Hartelijk welkom bij de Beauvais Mijn Werkplaats. In deze aflevering gaan we het hebben over succesvol online verkopen. Mijn naam is Erik Pekel, ik ben de host. En bij mij aan tafel zit Hendrik Liewes. Je bent eigenaar van Liewes Rode. En je hebt veel succes met YouTube-filmpjes die je maakt. En je won ook prijzen bij de Online Dealer Awards. En Lieke Emers, je bent consultant van automotive marketingbureau PowerCrowd. En jullie helpen dealerbedrijven om zichtbaar en vindbaar te zijn online. En Jeroen Heineke, jij bent business development manager van viabovag.nl. Dat is het verkoopplatform van Bovag en Beauvais Mij voor auto's, fietsen, motoren en kampeervoertuigen. Heel hartelijk welkom. En eigenlijk zit jij ook bij ons aan tafel, want we zijn verbonden met elkaar op afstand. En jij bent eigenlijk de extra persoon hier aan tafel, want op elk moment, we zijn live, kun je je vragen insturen of je aandachtspunt. Dat gaat via de chat. En dan komt jouw bericht in eerste instantie binnen bij onze chatmoderatoren. Maar zij kunnen jouw bericht doorzetten naar het scherm bij mij hier op tafel. En dan breng ik dat in ons gesprek. En ik heb ook meteen een vraag aan jou en die verschijnt nu in beeld. Want we hebben het natuurlijk over online verkopen vanavond. En hoe tevreden ben je eigenlijk met de online zichtbaarheid? Want daar begint het natuurlijk allemaal mee voor jouw onderneming. Klik op het antwoord van je keuze en dan deel ik straks de resultaten. En dan vertel ik meteen even hoe de avond in elkaar zit. We starten hier met deze online talkshow. Tot 9 uur zetten we veel bruikbare tips voor je op een rij. En daarna gaan we nog een half uurtje door. Dat is echt voor de liefhebbers, de Q&A, mijn kaartjes, alles wat voorbereid is, gaat dan aan de kant. En dan gaan we echt alleen maar inzoomen op jouw vraag en op die van je vakgenoten. Maar die komen ook al aan bod in het eerste deel. Dus op elk moment, we zijn live, aarzel niet, stuur jouw situatie, jouw vraag in. Waar loop je tegenaan en wat wil je weten? En laten we dan meteen starten met een rondje introducties. Hendrik, jouw familiebedrijf, dat bestaat al bijna 100 jaar. Kun je ons wat vertellen over jullie werkzaamheden? Ja, en hartstikke leuk. Nee, ons bedrijf bestaat al sinds 1924, opgegroeid in Tolbert. Dus eigenlijk heel de tijd van vader op zoon is het gegaan. Sinds 1967 zijn wij Opel dealer. Dat loopt af nu, dus wij zijn sinds een half jaar geleden Bosch Car Service zijn we geworden. Wij verkopen jonge occasions en die ook onderhoud daarvan. Heel mooi. Ja, en Lieke, jij helpt dealerbedrijven om succesvol te zijn online. En wat is dan de vraag? Waar start dat allemaal mee? Wat willen jouw opdrachtgevers vooral bereiken? Nou, jeetje. Nou, de meest gehoorde vraag is toch wel, we willen heel graag meer leads. En dat is ook logisch, hè, want we werken voor ondernemers met ambitie. Maar daar gaat wel natuurlijk een strategie aan te grondslag. Dus het begint eigenlijk allemaal met samen bedenken, hoe ziet dan de ideale klantreis eruit? Ja, meer leads. Van tevoren kon je ook jouw vraag insturen. En dat is de vraag die echt met stip op één binnen is gekomen. Hè. Heel veel mensen hebben dat ingestuurd. Daar is het uiteindelijk natuurlijk allemaal om te doen. Als je nou kijkt naar die verschillende fases, naar de klantreis, want ja, die lead die moet zich natuurlijk ontwikkelen ook nog tot een deal. Wat voor fases onderscheid je in die klantreis en wat voor middelen horen daarbij? Ja, ik denk dat ik het beste kan uitleggen aan de hand van het model van Google. Ik denk dat heel veel gebruikt wordt, see, think, do, care. Daar zie je dus de vier klantreisfases op een rijtje. In de C-fase dan is de klant echt nog niet eens eigenlijk aan het oriënteren, heeft nog een latente behoefte. En dan is het voor de ondernemer echt heel erg belangrijk om in elk geval zichtbaar te zijn. Dat kan je doen met kanalen als social media. En in de think-fase, dan is iemand echt op zoek naar informatie. Ik zie dan vaak gebeuren dat ondernemers al met acties aan de slag gaan. Maar ja, eigenlijk informatie, dat kan bijvoorbeeld ook een hele mooie modelpagina zijn waar je wat vertelt over de verschillen tussen twee modellen. Dat je daarin goed de potentiële klant helpt. En nog niet per se acties. Nou, in de doelfase, dan is iemand echt actief aan het zoeken naar het beste product voor jou. Dan kan je natuurlijk wel heel erg goed gericht met adverteren aan de slag gaan, hè, op zoekmachines ook. En in de carefase, dan wil je natuurlijk voor jouw potentiële klant, die klant geworden is, een ambassadeur gaan maken. Ja, dus online verkoop is eigenlijk net fysiek verkoop, want in de showroom speelt dat natuurlijk ook, hè. Al die verschillende fases
steeds doorgronden, wat wil diegene nou? Ja. En hoe wil je die bedienen? Hoe kun je die bedienen? Hoe echt kun je diegene verder helpen? In de schoenen van de klant gaan staan. Dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Jeroen, we horen al voorbij komen die verschillende kanalen die er zijn. Via bovag.nl is natuurlijk een heel waardevol kanaal. Ook in de complete mix van online verkopen van dealerbedrijven. Hoe past het platform in die mix? Ja, ik denk dat je als dealerbedrijf moet kijken naar je klantreizen, zoals Lieke ook al aangeeft. En dat die klantreizen op verschillende plekken beginnen. Dus je huidige klant, die kent je al, die is wat meer geneigd om bij jou terecht te komen. Maar de gemiddelde klant die op zoek is naar een auto, die begint gewoon op Google met een hele basisbehoefte van ik zoek een auto. En die komt dan terecht op een van de landelijke platformen over het algemeen. Want die hebben het meeste marketingkracht en die hebben de beste naamsbekendheid en die trekken de mensen daar naartoe, die verzamelen het aanbod. En wat je dus ziet, dat wij als Via Bovag willen dat natuurlijk ook doen van en voor de Bovag autobedrijven, waar we een unieke propositie neerzetten naar de consument, waarmee we ons echt kunnen onderscheiden. Transparantie vooraf, zekerheid achteraf. En dat je echt een middel hebt om de serieuze auto, fiets, kamperen of motorkoper naar je platform te trekken. En het eerste punt van die klantreis te zijn, die uiteindelijk moet eindigen bij de ondernemer in de showroom om een voertuig te kopen. Ja, dus je moet jullie zijn echt een heel makkelijk vertrekpunt ook, hè, bij die zoekopdracht. En dat kan eigenlijk alleen maar door die bundeling. Dat kan alleen maar met die grote platforms, die grote partijen, die worden als eerste gevonden. Hendrik, jij won 2 keer de Online Dealer Awards. Het begint allemaal met zichtbaar, vindbaar zijn. Waarom is dat voor jouw bedrijf ook heel belangrijk, die online marketing, dat je dat ook zelf doet? Nou, kijk, het is eigenlijk nooit een keuze geweest om te zeggen, we kiezen ervoor, we gaan er gewoon voor. Ik bedoel, we leven natuurlijk in een online wereld. Iedereen zit al op zijn mobiele telefoon te kijken, noem maar op. Dus dan moet je gewoon online zichtbaar zijn. Zeker in je eigen regio. Dus dat was zeker geen keuze geweest. We hebben gewoon gezegd, we gaan alles richten op online. En zorgen dat we alles gewoon goed voor elkaar hebben. Ja, Jeroen, die schetst net terecht, denk ik, dat het best heel lastig is voor een individueel dealerbedrijf. Ben jij nu tevreden met jouw zichtbaarheid, met je vindbaarheid? Nou, zeker. Kijk, als ik terugkijk, dan ben ik zeker wel tevreden van wat we allemaal gepresteerd hebben. Zeker alleen, ik zeg het zo, je koopt er niks voor, maar... Je moet gewoon zorgen dat je alles goed voor elkaar hebt. En er zijn altijd wel verbeterpunten. Altijd wel dingen die je zegt van dat kan net even anders of dus of zo. En dan is het dus wel de kunst dat je ook gewoon bijblijft. En dat je gewoon meegaat met de innovaties die er momenteel ook zijn in de branche. Ja, en Lieke, volgens mij toen we dit gingen voorbereiden met elkaar, toen had jij meteen een hele mooie tip. Hier komt de eerste tip. Van hoe je die vindbaarheid ook als kleine speler wel goed voor elkaar kunt krijgen. Hè? Volgens mij met de plaatsnaam erbij. Hoe zat dat ook alweer? Ik denk 2 belangrijke tips die gratis zijn. Hè? Want ik kan me voorstellen dat er ook kleine ondernemers kijken. En die hebben niet heel erg veel budget. Een gratis tip is in elk geval om je Google My Business profiel te claimen. En er daarmee voor te zorgen dat je op lokale vindbaarheid in elk geval alvast goed scoort. Dus dat is een belangrijke tip. En ik zou ook willen zeggen, maar dat sluit denk ik heel mooi aan bij wat Hendrik zegt. Ga in elk geval eens verkennen op social media en met video. Dat zijn allemaal dingen waar de ondernemer in elk geval nog niet zo heel veel budget aan kwijt is. Ja, maar gevonden worden op jonge occasions, hè, om dan in de top 5 te komen is heel moeilijk. Maar jonge occasions roden is alweer een heel stuk makkelijker. Hè? Dus zorg dat je dat in ieder geval claimt. Want heel veel mensen die hebben dat soort zoekopdrachten. Hè? Dat is hoe je heel logisch als klant natuurlijk terechtkomt. Maar jij doet nog heel veel andere dingen. Want ik vind dat gaaf. Achter jou staat nu... dat beeld van jullie eigen YouTube-kanaal met 3600 abonnees. En vergeleken met het inwonertal van Rode is dat echt wel aanzienlijk sowieso. En dit leidt natuurlijk allemaal toch naar een soort van fanbase. Hè? Die vinden het gewoon mooi wat jullie doen. Jij maakt vlogfilmpjes op YouTube en die worden ook flink bekeken. Laten we even kijken naar een kort stukje. Hoe werkt de bediening van de Opel Grandland? Hoe ziet het interieur eruit en welke mogelijkheden zijn er? Bekijk het in deze video. Hallo, mijn naam is Hendrik Liewes en ik werk bij de Liewes Roden Opel Dealer. Nou, leuk dat je kijkt naar deze video waarbij ik uitleg geef aan het interieur van de Opel Grandland X. Ja,
Ja, Hendrik, en hierna, het was even een heel kort stukje, Hendrik, want hierna ga je vertellen van je moet vooral ook je abonneren op ons kanaal en zo. Weet je, en liken. Echt, ja, ik vind dat jij echt volleerd bent, weet je, als vlogger. Het ziet er echt heel flitsend uit, beelden ook van het pand. Ja. Je zoomt in op onderwerpen waar vraag naar is, daar komen we straks nog over te spreken. Maar hoe ben je hiermee begonnen? Nou ja, dus ik vind het leuk dat je zegt, heel professioneel. Want als je kijkt hoe die video's op zijn genomen, is het eigenlijk met een GoPro in het begin. Gewoon een camera en later een spiegelreflexcamera. En dat heb ik allemaal zelf opgenomen met mijn geluid en mijn beeld. En iemand anders heeft het weer gemonteerd. Dus we hebben het eigenlijk geregeld dat we het heel kleinschalig houden. En ook wel een beetje dat mensen kunnen zien dat het zelf gemaakt is. En dat ze zien van, oh, die heeft er moeite in gedaan. Hoe het eigenlijk tot stand is gekomen, is eigenlijk ook simpel... Ik zat eigenlijk in een zomervakantie een keer en had ik iets nieuws gekocht en ik wilde weten hoe dat werkte. Dus toen zocht ik ook aan de hand van een instructievideo op YouTube. En toen dacht ik op een gegeven moment, is dat bij auto's nou ook zo? En toen kwam ik erachter dat er maar heel weinig eigenlijk video's van zijn van hoe eigenlijk een cruise control werkt of hoe dit werkt of hoe zus werkt. En terwijl er wel veel vragen aan zijn van klanten. Want wij merken bijvoorbeeld in onze showroom ook wel dat bijvoorbeeld iemand langzaam rijden en die heeft net de auto opgehaald en die zegt, kun je me nog één keer bijvoorbeeld een navigatie uitleggen? Nou, dat doen we natuurlijk met alle liefde. Maar ik denk, hoe makkelijk en mooi is het als jij een video ervan kan maken met die uitleg. En die je bijvoorbeeld ook kunt gebruiken, bijvoorbeeld voor een aflevering. Dus als je een aflevering hebt, dat die mensen alvast een video krijgen met uitleg erover. Nou, zo kun je het eigenlijk helemaal uitbreiden. En zo hebben we eigenlijk video's gemaakt met uitleg van systemen. En daarnaast ook uitleg van modellen eigenlijk wel. En zo is het eigenlijk een beetje gegroeid. Ja, echt mooi. Dus het begint gewoon met vragen van echte klanten, zoals jij dat ook had. En dan blijkt opeens dat YouTube... naar Google, de grootste zoekmachine ook is. Hè? Ja. Mensen vinden het mooi om op video te zoeken. Ja, kijk, en dat is iets wat we eigenlijk vooraf nooit... Eigenlijk, er ligt helemaal geen plan lag hiervoor klaar. Op een gegeven moment ben ik een keer via was een docent van een stage lopen. Die kwam op een gegeven moment bij me en zei... die video's, één was al 60.000 keer bekeken. Nou, toen schrok ik ervan. Ik denk, 60.000 keer bekeken? Dus zodoende kwam ik er eigenlijk achter. En jullie doen dat gewoon met z'n tweeën, toch? Even tussen de bedrijven door. Ja, in principe doen we dat we één keer in de week dan een video maken. En op een donderdagavond, als de tijd zich voordoet, dat we dan de video gaan monteren. En wat dat betreft, als je dat natuurlijk vaker doet, dan gaat het steeds sneller. En daarnaast, kijk, als je mijn eerste video ziet, dan sta ik er ook met knikkende knietjes. En dan ziet het er ook in principe heel anders uit. Alleen, ik heb er altijd in geloofd en steeds verder gegaan. En dan zie je ook dat het steeds makkelijker wordt. Voor zo'n camera ook wel. Dus dat... Ja, wat jij doet voor die camera, dat sluit ook heel goed aan op een vraag die we kregen van een van de deelnemers. Laten we kijken naar een filmpje. Goeiedag, ik ben Anwar van Bahab Auto's en ik vroeg me af hoe we videomarketing het beste kunnen gebruiken om meer sales te behalen voor zowel de werkplaats als voor de showroom. Ik ben benieuwd. Ja, Hendrik, wat is jouw belangrijkste tip voor Anwar? Nou, ik denk als ik dit zo zie dat Anwar al hartstikke goed bezig is, want hij staat er voor die camera en hij stelt eigenlijk in dit geval de vraag naar ons. Maar ik denk als hij dit inzet in zijn opvolging naar de online leads die hij krijgt voor de verkoop van auto's. Dat hij die daarmee beantwoordt en de auto laat zien. Dan maak je het ook heel mooi persoonlijk. Dat de kans heel groot is dat die mensen natuurlijk langskomen of die auto natuurlijk gaan kopen. En de tweede voor zijn werkplaats kan hij natuurlijk prachtig mooi door of hemzelf of een monteur gebruiken. Om bijvoorbeeld het meerwerk te laten zien. Dus een auto staat bijvoorbeeld voor onderhoud. En er moeten bijvoorbeeld de remblokken van vervangen worden. Dat je even kan laten zien van kijk, zo zie je het eruit. En zo horen ze eruit te zien. En dan is voor zo'n klant heel duidelijk, eigenlijk in een soort Jip-Janneke-taal. En transparant dat die reparatie moet plaatsvinden. Ja. Dus nee, ik denk dat hij heel goed al bezig is en daarmee dat ik in kan zetten. Alleen dan wil ik hem als tip meegeven dat hij gewoon vol moet houden. En niet na een paar keer zeggen van nou, ik stop er weer mee. Want het is geen sprint, het is echt een marathon. Dus hij moet het echt gewoon... Blijven. En jij plaatst dus veel filmpjes op internet en dat baseer je op vragen die leven bij echte klanten, echte vragen, dat is het vertrekpunt, daar wordt ook echt op gezocht. Maar tegelijkertijd, wat je net ook zegt op dit antwoord, maak je ook wel eens filmpjes één op één voor misschien een koper uit Zeeland die nog wat vragen heeft. Nou, dat doen we eigenlijk al langer en daar is eigenlijk naar de YouTube-kanaal weer een vervolg van, maar eigenlijk doen we het al langer dat we eigenlijk onze leads opvolgen met een persoonlijke video. En kijk, wij zitten in het noorden van het land, vlak onder Groningen. Dus het is bij ons wat heel vaak de afstand of zo. Dus voordat mensen eigenlijk naar ons toe willen, willen ze toch wel even weten van hoe en wat. Nou, dat kun je met een video natuurlijk prachtig mooi doen. Dat je voordat je de offerte stuurt, of wel eens even een video maakt van hallo, ik ben Hendrik Liewers. Hartelijk bedankt voor de interesse. En dan kun je natuurlijk heel mooi met de punten die de klant dan belangrijk vindt. In dit geval een auto, maar dat kan natuurlijk ook op andere aspecten zijn.
kun je dat heel mooi terugkomen in de video die je dan presenteert. Ja, zo'n filmpje hoeft helemaal niet perfect te zijn. Het is juist leuk als het heel persoonlijk is. Ja. En een beetje rauw. Ja. Alsof je het aan vrienden stuurt, juist. Hè? Gewoon dat contact wil je leggen. Ja, dat is het allerleukste. Dat hele gemaakte, dat zien mensen ook wel doorheen. Ja, dus ze moeten toch wel een beetje... Ik heb ook eens een keer een video gehad dat mijn telefoon in één keer tussendoor ging. Dat ik gewoon die video doorliep. Ik zei, één moment. Dus je moet het eigenlijk een beetje gewoon home video-achtig maken. Ja. Maar dat doe je, dan kun je het gewoon ook sturen via WhatsApp, lijkt me het makkelijkst. Nou, dat is een mogelijkheid voor. Er zijn ook wel bedrijven, à la Fenty bijvoorbeeld, die dat kan doen. Dus er zijn wel heel veel aanbieders die dat wel, of een paar aanbieders dat kan doen. Maar het kan heel mooi ook via WhatsApp, inderdaad. Lieke, zie je dit bij meer dealerbedrijven, dat ze steeds meer met video aan de slag gaan? Ja, zeker weten. Video is echt wel een heel belangrijk kanaal geworden de afgelopen jaren. Ik denk wel wat Hendrik doet met leadopvolging, dus echt specifiek één op één, dat zie ik wel wat minder. En ik denk ook dat in elk geval heel erg belangrijk is dat je goed kijkt binnen het bedrijf wie je daar dan ook voor naar voren schuift. Hè? Want het moet natuurlijk wel kloppen, het moet wel authentiek zijn en het moet ingaan op de persoonlijke behoeften van de klant. Maar er zijn natuurlijk heel veel manieren om video in te zetten. Dus wat we naast de persoonlijke vlogs van Hendrik ook wel veel zien, is toch ook dat steeds meer mensen op TikTok ook het een en ander proberen. Ik vind Volvo Nieuwenhuizen daar bijvoorbeeld een leuk voorbeeld van. En als jij bijvoorbeeld een corporate video wil maken om in te zetten voor je social media, dan kan je daar natuurlijk ook gewoon een professioneel bedrijf voor inhuren. Dus als je nou echt geen Hendrik in jezelf hebt ontdekt, dan zijn er ook andere manieren. Maar ik denk wat Hendrik doet is natuurlijk wel een van de beste manieren, omdat het heel authentiek is. Ja, en het komt het dichtst in de buurt, denk ik, van het echte contact. Hè? Als je terugblikt ook de afgelopen 2 jaar... hebben we natuurlijk in ieder aspect van ons leven steeds meer gedaan. Ook via videobellen, et cetera. Jeroen, zie jij daar ook een kans voor via BOVAG? Zijn jullie daarmee bezig? Nou, wij zijn daar zeker mee bezig gegaan. Toen natuurlijk de lockdowns loskwamen. Juist het tegenovergestelde daarvan. We heel erg vastkwamen te zitten. Ja. En gewoon de showrooms. De werkplaatsen mochten wel open blijven, geloof ik. Maar de showrooms moesten allemaal dicht. Hoe ga je dan wel zorgen dat je nog door kunt draaien? Ook al accepteer je misschien dat het een niveautje minder is. Hoe kun je dan wel contact krijgen met de klant? Een van de uitvragen die wij hebben gedaan aan onze adverteerders is van... zijn jullie in staat om te videobellen? Hè? Pak je WhatsApp en breng een verbinding tot stand en je kunt communiceren. Er waren bedrijven die zeggen van... als de klant niet naar mij toe kan komen, dan ga ik wel naar de klant toe... en ik ga proefrit aan huis verzorgen. Dus we hebben die uitvraag gedaan en we hebben dat ook op ons platform kunnen laten zien aan de consument dat de bedrijven die daar aan mee wilden doen ook dat mogelijk wilden maken. Om op die manier gewoon proberen drempels die er op dat moment gewoon heel erg waren, om die weg te nemen. Ja. Kijk, wat mooi is aan dit voorbeeld van wat jullie doen, Hendrik, hè, met de video, is dat het is een originele manier natuurlijk om gevonden te worden en zichtbaar te zijn, ervoor te zorgen dat je dus leads gaat creëren, dat je mensen naar je website toe trekt. Lieke, wat zijn andere manieren? Wat helpt heel goed als je meer bezoekers wil in eerste instantie? En als je misschien niet een geboren Hendrik bent, weet je, die comfortabel is voor de camera. Ja. Nou ja, ik had eigenlijk al net al de 2 tips per ongeluk gegeven, maar ik zal ze nog even zeggen. De eerste is echt wel actief zijn op social media, op verschillende kanalen. Hè. Ook op de nieuwere kanalen is echt een wereld te winnen. Hè. Bijvoorbeeld TikTok, wat ik net al zei. En een hele belangrijke tip is in elk geval je Google My Business profiel te claimen als je dat nog niet had gedaan. Omdat dat eigenlijk een hele mooie hoge positie op de Google zoekresultaten al inneemt. Op lokaal niveau, hè, dus wat Hendrik net al zegt, op lokaal niveau gebeurt het natuurlijk allemaal. Dat zijn eigenlijk 2 quick wins waarmee je al heel snel het verschil kan maken. Ja, dat Google My Business profiel in Nederland heet geloof ik ook Google Mijn Bedrijf. Als je daarop zoekt... Eigenlijk popt het heel vaak al bovenop, boven je dingen op. Zeker als je niet hebt ingevuld, hè, dan weet Google dat je de ondernemer bent. Dat is echt de moeite waard om dat in te vullen. Wat levert dat op? Ja, in de organische vindbaarheid, we moeten toch even in termen gaan praten, zien we dat echt een significant deel uitmaakt van het aantal bezoekers op je website. Dan praat je misschien over 20-30% wel van het organisch verkeer. Ja, organische vindbaarheid is dus zoekresultaat zonder dat je ervoor betaalt. Hè? Dus correct. Het is geen advertentie, maar wel een lead. Weet je? Het is wel precies. Gewoon bezoek voor je website. Ja. Dat adverteren, is dat slim om te doen?
Ja, ik zou daar altijd een hele goede mix in vinden. We lieten net al de verschillende fasen van de klantreis zien. En zeker in de denken- en de doen-fase zijn mensen gewoon heel erg gericht op Google aan het zoeken. 98% van zoekopdrachten begint op Google. Dus de makkelijkste manier eigenlijk om daarin meegenomen te worden en een goede positie te verwerven, is wel om daar ook naast goede teksten te schrijven, om daar ook op te adverteren, zeker. Ja. Ja, en dan kan je soms ook wat beter nog dingen meten en kijken wat er aansluit. Ja. Dan krijg je ook rapportages daarover, hè? Als je die opent en je daar een beetje in verdiept. Jeroen, ik kan me voorstellen, je zei net voor zo'n groot platform, voor die paar grote platforms, die zijn significant vindbaar. Die zitten eigenlijk, jullie moeten altijd wel in de top 5 zitten, hè, lijkt mij. Kun je iets zeggen over die inspanningen? Wat werkt voor jullie heel goed? Daar is niet een eenduidig antwoord op te geven, want het is echt een mix. Dus ja. je probeert eigenlijk ook hier weer de verschillende klantreizen op verschillende momenten te benaderen. Je probeert organisch vindbaar te worden door SEO, dus door content te plaatsen, waardoor je ineens gevonden wordt door iemand die zegt, ik ben op zoek naar campervakanties. Oké, we hebben daar een artikel voor. Wij staan naar, ik kom op Via Bovag, ik kan hier gaan zoeken naar mijn camper. Zo kan zomaar van, wat was het, de C-fase ineens naar de Vink-fase gaan. Maar voor ons is gewoon ook heel belangrijk, algemene brandmarketing, denk aan tv, radio, maar het is ook heel veel op Google, dus op algemene zoekwoorden, occasion kopen, dat soort bijna metatermen zou ik zeggen, traffic naar binnen halen, maar ook Facebook, YouTube advertenties, eigen content, Instagram, eigenlijk elk kanaal wat er is, wat voor ons relevant kan zijn, waar we een stuk van onze doelgroep kunnen bereiken, die zetten we ook in. Ja, Hendrik had het net over echte vragen die leven bij klanten en dat je die als uitgangspunt neemt. Is dat ook hoe jullie te werk gaan? Ja, en ook gewoon heel plat. Je kunt bij Google ophalen waar veel naar gezocht wordt. Ja. En als er veel naar gezocht wordt wat nog niet heel erg wordt ingevuld door andere partijen, dan geeft je dat de kans van oké, hier begint kennelijk een vraag van een klant. Het begint wederom die klantreis. En als ik hem daar goed bij kan helpen, dan heb ik die waarde toegevoegd voor de consument, kan ik hem houden op ons platform. Kan hij uiteindelijk converteren naar datgene wat hij nodig heeft. Ja, een leuke vraag die binnenkomt, ook van Nawar, dankjewel voor het insturen. Hoe kunnen we nou het beste de return on investment meten per online marketingkanaal? Je had het er net over, we zetten heel veel in. En in marketing zeg je altijd, de helft werkt, alleen je weet niet zo goed welke helft dan werkt. Lieke, wat is jouw advies daarin? Ja, je noemde het net al. Je zei net al statistieken. Ik denk dat het belangrijk is dat je in elk geval ook aan je website, natuurlijk je Google Analytics account gekoppeld hebt. En leer ook hoe je dat kan lezen of laat je daarbij helpen. Daar kan je gewoon heel mooi zien vanuit welke kanalen welk verkeer op je website is gekomen. En ook welke doelen daar zijn bereikt. Dat kan je instellen, dat kan je meetbaar maken. En dan zie je dus bijvoorbeeld uit dit kanaal is zoveel verkeer gekomen en zoveel leads zijn daaruit binnengekomen. Dus je kan eigenlijk de ROI heel mooi meten. En Jeroen, die zei net nog, je kan ook kijken bij Google waar veel op gezocht wordt. Wat is een goede tool om dat in beeld te krijgen? Poeh. Weet iemand dat? Weet jij dat, Jeroen? Hendrik, wat gebruik jij? Nou, ik moet zeggen dat ik meet wel iets, hoor, maar ik niet alles. Ik ben geen punt achter komma man, zoals mijn vader heel mooi zegt. Maar wij kijken altijd naar de Google Analytics, inderdaad naar de cijfers, naar hoe je ze met de maand voor, zeg maar. En daarnaast is het eigenlijk hoe ik het van klanten hoor, zeg maar ook. Dus ik denk dat dat ook een beetje bedoeld, want die vraag kijk ik ook eens vaker. Nou ja, en wat Google ook doet, is natuurlijk je zin afmaken. Dus als je zelf dingen gaat uitproberen, dan zie je ook op die manier, kun je zien, als je doet wat een klant zou doen, hoe Google het afmaakt, daar is waarschijnlijk, wordt daar op gezocht. Klopt dat? Ja, dat klopt wel. Maar ik denk wel, Google heeft ook de mogelijkheid bijvoorbeeld met een keyword planner om gewoon echt te zien hoeveel zoekvolume er zit op bepaalde zoekwoorden. Ja. Dus ik zou het dan gewoon echt even onderbouwen met de tooling die daar... We hebben straks Martin van Kranenburg, die schuift aan. Ik ga die vraag ook aan hem voorleggen. Ik ken een tool die heet Ahref. En daar kun je dus alles precies volgen. Maar daar moet je voor betalen. En dat is nog best een prijzige tool. En dat is een beetje flauw voor alleen maar die zoeken. Maar we gaan straks kijken of er ook een gratis variant is. Ik kan ook, als er behoefte aan is, onze online marketeers vragen van... Wat zijn nou goede tools die gewoon beschikbaar zijn in de markt, die ondernemers kunnen gebruiken? Soms is het heerlijk, net als Wikipedia of YouTube, om gewoon even down the rabbit hole te gaan en dingen in te vullen van wat gebeurt er nou
Ja. En wat leeft er nou echt en wat niet? Ja, ik kan me ook goed voorstellen, Hendrik, wat jij doet met die YouTube-filmpjes, dat dat ook werkt met losse pagina's op je website. Dat je dus dan ook even bekijkt dat je in de titel ook die vraag meeneemt en ook in de omschrijving van die pagina. Los van de filmpjes waarmee je bezoekers naar de site trekt. Zijn er verder nog slimme dingen die jullie doen? Die je kan delen, wil delen? Ja, nou kijk, daarnaast is natuurlijk het advertentiekanaal op verschillende manieren. Zeg maar, dat is natuurlijk wat je basis moet zijn. Maar daarnaast natuurlijk ook je social media kanalen. Dat je er goed voor elkaar moet hebben. En dat je daar ook dat mensen naar kijken. Ja, dus je gaat natuurlijk je website bekijken, je kijkt je reviews. Hè, je reviews moeten ook wel goed van orde zijn. Maar ook je social media kanaal heb je allemaal goed netjes ingevuld. Dus dat zijn eigenlijk gewoon de basisdingen die je eigenlijk goed voor elkaar moet hebben. Ja. Ja. Nou, dit is echt een mooie vraag die binnenkomt. Erik die vraagt aan jou, hoeveel meer verkopen levert dit nou eigenlijk op? Ja, nou, dat is een vraag die ik wel vaker gekregen heb. Als ik het echt op de orde nauwkeurig bekijk, zeg maar, hè, dan denk ik die echt daardoor verkocht zijn, dus echt via het YouTube-kanaal, dat ze daardoor bijvoorbeeld een reactie onder de video hebben geplaatst en ik daardoor in contact ben gekomen. Ik denk dat dat een handvol zijn. Dus dat in verhouding zijn dat natuurlijk niet heel veel. Alleen daarnaast zijn natuurlijk heel veel mensen die bijvoorbeeld bij ons in de buurt komen, die bijvoorbeeld een paar steden verderop wonen, die dan toch naar ons toe rijden. Omdat ze toch die video's bij ons zien, denken ze, hé, daar moet ik naartoe. En dat is echt op lange termijn. We hebben echt dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld iemand in Amsterdam, die belde gewoon op en die zegt, ben jij diegene van die video's? En die rijdt zo naar ons toe. Dus om het echt te meten, zeg maar, hoeveel meer het oplevert op korte termijn, ja, dat vind ik eigenlijk wel lastig om dat allemaal door te meten. Maar als ik nu kijk en ik kijk 3 jaar terug, zeg maar, dan zie ik onze aantallen wel stijgen. Ja, dus je merkt dat het werkt om zichtbaar en vindbaar te zijn. En dat lijkt me ook heel logisch. Het is al heel moeilijk om dat precies te staven met je... met je verkopen. Maar misschien kunnen we daar straks nog wat verder op ingaan. Want we hebben het nu vooral gehad over bezoek naar je website krijgen. En vanaf hier wil ik het vooral gaan hebben over conversie. Als ze daar dan eenmaal zijn, hoe maak je dan van die boekers of van die zoekers boekers? Hè? Hoe maak je klanten van je website bezoekers? Hoe zorg je dat je ook echt deals kunt verzilveren? Nou, eerder vroeg ik je hoe tevreden je bent met je zichtbaarheid online. En daar zie ik dat 26% is tevreden of zelfs heel tevreden. Nou, gefeliciteerd. Ik hoop dat je straks nog een paar mooie tips overhoudt aan deze uitzending. En 70% zegt, nou, we zijn niet ontevreden, maar ook niet tevreden. En 4% is echt heel ontevreden of ontevreden. Nou, ik hoop dat je nu alvast een paar hele goede dingen hebt gehoord waar je meteen mee aan de slag wil. Ik heb meteen nog een volgende polvraag voor je. Die verschijnt nu in beeld. Hoe actief ben je er dan mee bezig met jouw online zichtbaarheid? Klik graag op het antwoord van je keuze en dan deel ik zo meteen de resultaten. Nou, we gaan dus nu verder bouwen. Hoe zorg je er nou voor dat bezoekers ook daadwerkelijk klant worden? Hoe zorg je dat je echt gaat verkopen? En dat is het specialisme van onze keynote-expert Martin van Kranenburg. Ja, Martin, jij optimaliseert al meer dan 20 jaar websites. En je hebt een paar hele slimme tips die je met ons gaat delen. Over hoe je eigenlijk met kleine ingrepen op je website echt een flinke impact, grote resultaatverbetering krijgt in verkopen. Ja. Dames en heren, ook als je thuis zit, graag een groot applaus voor Martin van Kranenburg. Ah, superleuk. Dank je voor je introductie. En kijkers thuis, ik ga je een aantal tips meegeven. Ik zie een aantal mensen kijken, ja, die grijze haren. Nee, die grijze haren zijn niet voor niks. Ik hou me al meer dan 24 jaar bezig met dit spel. Hoe maak ik online van een zoeker een boeker? Kijk, het is natuurlijk hartstikke leuk als je zichtbaar bent en als je vindbaar bent. Maar uiteindelijk moet het zo zijn dat als ik op die website kom, en tegenwoordig ook jongens op mobiel, hè, je hebt allemaal ook mobiel, het moet een feestje zijn. Het moet meteen de eerste indruk geven van, hey, duidelijk, makkelijk wat ik hier kan doen. Het is ook duidelijk wat ik kan doen. Dat is het spel. Dat ga ik jullie meenemen in de komende 15 minuten. En je krijgt meteen een aantal tips. Ja? Nou, wie ben ik? Heel kort, Martin van Kranenburg. 3 dagen in de week ben ik docent. Onder andere bij Beekstein Business School, de Talent Instituut. Als je dat meer over wil weten, daar heb je LinkedIn voor. Martin van Kranenburg. Ik heb weinig tijd, dus ik moet even knallen. Want we gaan even naar jullie websites kijken. En ik heb een aantal van jullie websites gezien.
gezien. Dus ik snap ook waarom jullie tijd hebben gemaakt vanavond. Want nee Geitje, ik mocht positief kritisch zijn, maar ik heb een aantal tips. Ik heb een piramide. Ik zit al, die heb ik een tijd aan gewerkt. Je hebt de See, Think, Do, Care, maar je hebt ook findability. Ik verwacht van jou als ondernemer dat jij je 40, je 50 of je 60 zoekwoorden, dat je die strak hebt. Dat je hebt onderzocht, hoeveel zoekvolume op. En elke maand maak je de kassen op, ben ik vindbaar? Sta ik op de nummer 1, 2 of 3 positie? Sta je op nummer 8 in Google? Jammer dan, ben je niet zichtbaar. Dus je moet op die top 3 staan. Nou, dan komen mensen op je website en dan gaat het om usability. Kan ik zeg maar heel makkelijk direct mijn taak uitvoeren? We noemen dat ook de conversion trinity en die ga ik later uitleggen wat dat dan is. Maar usability. Daar heeft één iemand in mijn optiek de Bijbel voor geschreven. Dat is Steve Krug en dat boek heet Don't Make Me Think. Laat een bezoeker niet nadenken bij het uitvoeren van zijn taak. Doe je dat wel? Ja jongens, dan moet je de belastingdienst zijn, dan ga ik het formulier wel invullen. Maar als ik een simpele proefrit wil en ik krijg zo'n lijst met gegevens, ja, dan ga ik gewoon niet doen. Ja? Ik heb dadelijk een aantal voorbeelden. Als de basis op orde is, dan gaat het om persuasion. Ik neem aan, je zit in de automotive branche, dat jullie allemaal Cialdini kennen. Sorry, dat jullie Cialdini niet kennen, maar dat jullie zijn principes kunnen dromen. Social proof, autoriteit, schaarste. Want die help je allemaal om eerder die ja te krijgen op jouw verzoek. Wat je ook wil. Laatste topje van de ijsberg is profiling. Profiling wil zeggen, meer voor de grotere jongens onder ons, maar als je nu in deze tijd nog één website hebt voor iedere bezoeker en iedere homepage is hetzelfde voor iedere bezoeker, ja jongens, dan ben jij de volgende V&D of de Intertoys, ze komen misschien weer terug, maar je gaat eraan. Want één website voor iedereen, daar ben je er voor niemand. Maar we gaan het vandaag hebben over die usability en de persuasion en dan ga ik jullie meenemen. Nou, ik mocht wat voorbeelden doen. Nou, prachtig voorbeeld, ik woon in de elektrische fietsen, wie wil het niet? Ik wil er ook eentje. En ik ging dan googlen, dit is wat Erik zei, we noemen dat de longtail, dus elektrische fiets Amersfoort. We zien ook in trends, mensen zoeken niet meer op elektrische fiets, want dan krijgen ze zoveel rommel. Ze zoeken al meteen op plaatsnamen. Ze gaan minimaal 3, soms wel 4 woorden inzoeken. Nou, ik klik hier op elektrische fiets, daar kom ik. Heel slim bij Bike Totaal. Wat doen ze goed? Die gratis proefrit. Hebben ze heel slim in de LinkedIn, in de title gezet. En dit valt op. Want ja, jongens, zijn allemaal Hollanders. Zijn gratis, ja, dat willen we wel. Nou, dus valt op. Heel slim. Ik ga erop klikken. Dus ik verwacht nu dat ik heb gezocht op die elektrische fietsen. Nou, ik klik hierop. Kom ik op de homepage. Ja, dat is de kwaliteit van landen. Zou je eigenlijk meteen al 1-0 achter. Nou, kom ik hier. Dus ik ga kijken. Ik had dan nu die elektrische fietsen verwacht. Nou, moet ik gaan zoeken? Oh ja, hier zit elektrische fietsen. Klik ik op elektrische fietsen. Nou, oké. Kom ik hier. Je ziet nu alleen producten van Bike Totaal. Verwijder deze winkel. Ik zeg, oh, knap. Ik kan dus op mijn website kan ik zomaar een winkel verwijderen. Maar ik denk, jongens, even serieus, onder ons. Wie heeft deze teksten bedacht? En waarom staat hier zo'n baksteen tekst? Terwijl ik eigenlijk nu wil ik die elektrische fietsen zien. Hier moet je mee verleiden. Onthoud dat goed. Daniel Kahneman heeft een aantal hele goede principes. Echt een breinexpert. Maar die heeft ook één ding. Die is prachtig. What you see is all there is. Jullie marketeers, jullie bureaus, die bepalen wat het brein ziet. En moet je kijken. Dit is eigenlijk te veel. Less is more. Zijn er ook goede voorbeelden? Kijk. Deze is van Koets, van Hans. Mooie ondernemer vind ik ook. Zit kort op de bal. Is een van de meest kritische gebruikers van zijn eigen website. En die gaat online als een dolle. Waarom? Omdat hij heel vaak door zijn eigen online showroom loopt. Hij kent zijn cijfers. Hij maakt zijn kassen op. En wat hij super slim doet. Hij heeft een prachtige video gemaakt. En in die video neemt hij je helemaal mee hoe dat proces gaat. En ook het mooie is. We noemen dat de conversion trinity. Wat is nou de conversion trinity, hoor ik je denken? Nou, ga ik uitleggen. De conversion trinity is dat een bezoeker heeft altijd 3 vragen. 1. Denk ik dat ik hier juist geland ben? Dus ga ik hier snel een antwoord vinden op mijn vraag? Ik denk het wel, want het is overzichtelijk, ziet er duidelijk uit. 2. Waarom moet ik bij jou zijn en niet ergens anders? Heeft hij ook super slim gedaan. Proefrit aan huis, dat kan uiteraard. Meteen, prachtig, met die duidelijke call to action. En 3. Is er een button? Kan ik ergens op klikken? En het mooie is, hij heeft ook doorgedacht. Want als ik naar mobiel ga, daar heb ik geen video. Kan ik bijna niet, want het is veel te zwaar. En hij heeft ook bij zijn Over Ons pagina, heeft hij ook heel goed nagedacht. Heeft hij meteen 10 foto's neergezet. En ik vond het wel grappig, hij noemt ze ook koetsiers. En geloof me jongens,
voor jullie. Bijvoorbeeld, ik ga die auto kopen. Ik koop niet elk jaar een auto. Waar het mij om gaat, en een van jullie belangrijkste pagina's, is de Over Ons pagina. Op de Over Ons pagina moet je het vertrouwen opbouwen. En daar moet je echt goed naar kijken. Dus ook op mobiel. Nou, kwam ik bij een ander voorbeeld. Ik wilde ook een caravan kopen. En dit is wel mooi, jongens. Het is enorm. Ik heb de afgelopen 2 jaar heb ik echt enorm onderschat. Dat is de kracht van copy en de kracht van tekst. Maar er is ook één ding. Een website gaat niet over jou. Een website gaat over de bezoeker. We noemen het ook wel eens you-phrasing. En you-phrasing is 3 keer weer jij dan wij. Want hier staat het gaat alleen maar over bedrijf. Wij zijn dit, wij zijn klein begonnen. Maar het gaat niet om jou. Ik wil kijken, heb jij die auto voor mij? Of heb je die kern voor mij? Ja? En ook nog een mooie. Als je gaat kijken, de klant wil meteen weten, ga ik hier wat vinden? En je moet een antwoord geven op zijn belangrijkste vraag. En jongens, en ik heb nog nooit afgevraagd of ik welkom ben op de website. Dus jongens, alle welkomers op de website, stop ermee. Ga meteen naar de juiste call to action komen. Oké, basis hebben we op orde. Als de basis op orde is, Steve Krug. En wat je moet doen als ondernemer is heel simpel. Elke kwartaal ga je aan 5 mensen vragen om jouw belangrijkste flows door te lopen. Dat doen de succesvolle ondernemers. Succesvolle ondernemers zijn gewend om elk kwartaal door 5 mensen hun belangrijkste flows te doorlopen. En die zijn succesvol. Ik ken ook ondernemers online, die willen online succesvol zijn. Maar die hebben nog een eigen bedankpagina nooit gezien. Ze zijn geen onderdeel. Online ondernemen is simpel. Als je online wil ondernemen, moet je er ook online zijn. En de meest kritische gebruiker. Cialdini. Ja, die man is briljant. Hij is 77, hij komt uit Amerika. Zijn boek Influence uit 1984, meer dan 3 miljoen exemplaren verkocht. Hij heeft recent een nieuw principe, ik zie Erik al knippen, hij heeft een nieuw principe, klopt, dat zijn er 7. Maar ik neem jullie even mee. En de principes, deze principes help je altijd om eerder een ja te krijgen op jouw verzoek. Dus in je mail. Ik gebruik het op mijn homepage, op mijn landingspagina. Ik gebruik het zelfs in offertes. Overal kan je er kijken. Hoe krijg ik eerder een ja? Social proof, schaarste, sympathie, autoriteit, commitment en consistentie en wederkerigheid. Er is een nieuw principe, dat is eenheid. En ik ga er een aantal met jullie door. Ja? Prachtig. Misschien niet het mooiste design, maar super slim. Super slim. Ik kom hier. Aantal verkochte auto's dit jaar, 444. Ik ken jullie markt niet goed genoeg, maar ik vond het veel. En ik was meteen overtuigd van, hey, die kan ik wel vertrouwen. Of deze gaat de markt intern ook wel veroveren, bingo. Ja, meteen, klanten geven ons een 9. 5 sterren, goede reviews. En let op, jongens, als ik op een website kom en ik zie 5 sterren, ja, nog 1 keer 5 sterren en dan is het doei, want dan vertrouw ik je niet meer. De beste reviewscore, is ik onderzocht in het brein, is een 9,2. Ja, een 9,2, dan doe je het hartstikke goed, maar reviews geven dat vertrouwen. En wat ik ook vind, ik was erg onder de indruk, onder andere van Koets, maar ook van deze, wat zij slim hebben gedaan, is even een auto wijzen. Dat je even wat vragen hebt, en dat gaat ook gebeuren. Online gaan websites van monoloog naar dialoog. Ga erover nadenken. Ga nadenken over, hey, wie ben je? Wat kom je doen? Ben je aan het oriënteren of heb je echt snel een nieuwe auto nodig? Als ik dat weet, dan kan ik mijn gesprek erop aanpassen. En dan zie je in 1 keer dat het schrijven van teksten is het beantwoorden van lezersvragen. En je voert als het ware een gesprek op papier. Als je dat kan als ondernemer, dan heb je altijd business. Heb je altijd omzet. Ja? Nog even een voorbeeld. Even uit de branche waar ik vandaan kom, meer de reisbranche. Prachtig. Maar dit kan je ook pakken als occasions. Hier hebben ze al 74 keer geboekt. Briljant. Als het minder dan 20 was, stond hier niks. Want was het geen sterk punt. Nou, ik vraag heel vaak in trainingen, jongens, wat vinden jullie nog meer sterke punten? Dan gaan ze kijken, nou ja, ik vind die prijs. Nee, let op. De minutie die we hebben, als je online onderneemt, is copy, is tekst, is design en is structuur. Wat is briljant hieraan? Hey oog, zal ik je even helpen met kijken? Kijk eens, even dit zwarte pijltje in het design. Waar moet ik naar kijken? Oh, stuur me maar naar de boek nu knop. Je moet snappen dat als ondernemer bepaal jij wat het oog ziet. En online 28% tot 20% wordt maar gelezen. Mensen lezen niet online, mensen scannen. Of ze snorkelen wel. Dus je kopteksten moeten gewoon kloppen. Ja? Dan kom ik hier, Just Lease. Ook briljant, duidelijke call to action, social proof eronder en meteen met context op basis van 939 recensies. Dus ook hier social proof, autoriteit. Even een voorbeeld uit de branche. Jongens, ik heb het te weinig gezien.
95% van de beslissingen nemen we onbewust. Eigenlijk wat je moet doen is bewust dat onbewuste brein verleiden. Dus gewoon die logo's laten zien. En het, jongens, het maakt niet uit. Ik dacht Vevo, een of ander hondenmerk. Kennelijk niet. Als het maar iets met 4,5 sterren is of iets met goud. Je geeft een signaal aan dat brein dat het goed is. Ja? Oké, we zitten bijna op de tijd. 15 minuten. En ik zie een aantal mensen al pakken, pen en papier. Wat ik echt wil dat je gaat doen. Ik heb al heel veel tips gehad van de heren en van de dame hier aan tafel. Ik ga je één ding met je delen. Dat is de 48-uur les. En jullie hebben heel veel opgeschreven, ga ik vanuit. Als jij binnen 48 uur, noteer dat, je top 3 inzichten, hoef je nu niet te doen, maar aan het einde van de sessie. En ik zou zeker wachten tot het einde, want we hebben een aantal knettergoede vragen nog. Maar ik zou daar een top 3 van maken. En als je binnen 48 uur niks doet met de tips die je vandaag hebt gehoord, jongens, dan gaat jullie conversie niet vliegen. Maar als je dat gewoon 3 dingen heel simpel oppakt, bijvoorbeeld de briljante tip om bijvoorbeeld video in te bedden, in je mail, ja, dan gaat je conversie waarschijnlijk wel vliegen. Het is gewoon doen. Ik noem het ook wel de 10, 20, 70 leercurve. 10% van wat je leert, leer je door een boek te lezen of iets anders. 20% van je leercurve leer je van elkaar. Ga ik naar een ander ondernemen? Hoe pak jij dat aan? 70% van je leercurve is gewoon doen. Doen. Tips. Ik voel dat jullie 5 tips willen van mij. Nou, die ga ik krijgen. Oké. Hoe ga je nou succesvol online ondernemen? Ik zit al 24 jaar in het vak. En wat zie ik? 1. De ondernemers die de meest kritische gebruikers zijn, bekijken vaak hun eigen website. Ja, die zijn succesvoller dan degene die het niet doen. No-brainer. 2. Kruip altijd in die huid van de klant. Welke vragen hebben ze? Wat motiveert ze? En het mooie is, het schrijven van teksten is het beantwoorden van lezersvragen. Maar als jij niet de moeite neemt om die lezersvragen uit te schrijven, wat ga je dan doen? Ja, dan ga je het over jezelf hebben, maar dan zit de klant niet op te wachten. Je moet niet opschrijven wat je weet, je moet opschrijven wat de klant wil horen. 3. Maak elke week die kassen op. Dus ik kom bij ondernemers en zeg ik, hey, hoeveel bezoekers had je afgelopen week? Oh, ja, nee, dat weet mijn webbouwer. Oh, oké. Okay. En wat was je conversie afgelopen week? Ja, dat weet mijn webbouwer ook. Maar het is toch jouw business? Ja, oké. Okay. Jongens, maak je kassen op. Zorg dat je weet hoeveel bezoekers je hebt. Als je dat niet weet, dan kan je niet succesvol online ondernemen. 4. Copy. Tekst is het belangrijkste voor conversie. Maar hoe beoordeel je nou of het goed genoeg is? Vraag het aan je marketeer of kijk naar jezelf of vraag het aan je bureau. En 5, ja, dit vind ik een van de mooiste, een van de uitsmijters. Jongens, een website, ik vond het wel mooi. Een website is geen sprint, het is een marathon. Zorg dat je met je team in een cadans komt van structureel optimaliseren. Ik noem dat Conversion Friday. Dat betekent dat je elk kwartaal met je bureau gaat zitten. Hey, hoe staat het met de performance? Hoe staat het met de techniek? En Copy Monday, ga maar een analyse maken uit je analytics. Door welke pagina's gaat 80% van de omzet heen? En die moet je elke maand naar kijken. En dan moet je elke maand kijken, hey, kan ik die 1% beter maken? Nou, vond je het interessant? Hebben ze LinkedIn voor uitgevonden? Heb ik nog veel meer van dit soort tips, podcast, allerlei toestanden. En wat ik wil dat je gaat doen, ik ga je even een speakbriefje meegeven. De vragen die ik mezelf altijd stel, altijd. Want het is een moeilijk vak, het is niet makkelijk. Maar elke vraag die ik me altijd stel, met wie ben ik in gesprek? Wat is de gewenste uitkomst voor de lezer, maar wat is de gewenste uitkomst voor mij? Welke behoefte heeft hij? Wat wordt mijn belofte? Hoe bewijs ik die belofte en wat maakt mij uniek? En voordat ik die landingspagina schrijf of mail, ga ik altijd dit eerst uitschrijven. En dan, jongens, dan wordt het een feestje. Dus ja, volgens mij zit het erop en heel veel tips. Erik, ik mag aanschrijven. Ja, Marten, kom lekker bij ons zitten. Neem de klikker mee, want die hebben we nog even nodig voor de rest van het programma. Maar heel fijn, weet je, hoe jij al die tips op een rij zet. En interessant dat jij je vooral ook verdiept in de gedragspsychologie. Ja. Hè? Steeds, wat wordt de volgende actie? Hoe zorg je ervoor dat je die drempels wegneemt en die mensen de goede kant op stuurt? Ja. Maar het is wel veel, weet je, als je het goed wil doen. En daarom ben ik ook benieuwd, Jeroen. Jij zei net, weet je, als zo'n groot platform kan je tussen die top 5 komen. Maar heb je ook meer tijd om heel goed na te denken over die hele bezoekersreis door de website heen. Wat is er handig? Hoe stuur je dat gedrag? Kun je daar iets over zeggen? Wat voor slimmigheden passen jullie toe? Nou, het eerste wat ik dacht als ik Martins verhaal hoorde is eigenlijk de belangrijkste tip. Ga het gewoon doen. Dus dat is iets wat wij ook eindeloos doen. AB testen. Dus gewoon de ene helft van de website krijgt knop A te zien, de andere helft knop B. En we gaan wel kijken wat werkt.
Dat is niet voor iedereen even mogelijk, maar je kunt wel eens gewoon iets aanpassen in je website en dan vervolgens kijken, zijn de resultaten deze 2 weken anders dan de 2 weken daarvoor? En daar kun je heel veel van leren. Heel veel doen. Ja. Dus echt doen en continu daarmee bezig zijn en verbeteren, dat vind ik een hele belangrijke. Een beetje nadenken over waar zit nou die klantreis en inderdaad welke pagina kom je binnen, is voor ons ook een belangrijke. Ja. Maar dus niet te lang over nadenken, kleinschalig experimenteren, kijken wat er werkt en daar dan meer van doen. Maar kun je daar eens wat over zeggen? Wat werkt er bij jullie gewoon heel goed? Wat je gewoon ook op je eigen webshop of je eigen op je eigen website van je dealerbedrijf zou kunnen toepassen? Wij hebben heel veel getest met de knop toontelefoonnummer. Sommige mensen gebruiken call tracking. Hè, en dan moet je eerst een knop drukken voordat je een telefoonnummer krijgt. Daar hou ik niet heel erg van. Ik heb hem gezien. Ja, ja. Hij zit wat in de weg. Want die wil eigenlijk gewoon dat nummer geven en zo min mogelijk drempels voor de consument aanbieden. Maar als je call tracking gebruikt, heb je dat knopje even nodig. Oké, doe je dan toon telefoonnummer, zet je er een telefoonlogo bij, doe je bel mij. Uiteindelijk is het geworden, wij staan voor je klaar. Nou, dat is het gevolg echt geweest van maanden testen. Er staat een bolletje bij met geopend, zeg maar. Op dit is voor mij niet helemaal duidelijk. Dus wat je hebt het over cold tracking en zo. Wat is de toegevoegde waarde van deze uitkomst? Hè? Dus je bent aan het puzzelen en uiteindelijk kom je erop uit van wij staan voor u klaar. En in welke fase gebruik je dat? Wat doet het met je resultaat? Wat doet het met de bezoeker? Nou, misschien is het goed om cold tracking dan eerst even toe te lichten. Dat is, we kregen eerder een vraag van hoe meet ik nou het effect van mijn marketingkanalen? Ja. En datzelfde geldt natuurlijk voor platformen. Op het moment dat jij er ergens op adverteert, dan krijg je daar leads in. Dan kun je meten, van, nou, wat komt daar dan uit? Cold tracking is een methode om telefoontjes te meten. Waar komen nou mijn telefoongesprekken vandaan? Komen ze vanuit Google Mijn Bedrijf? Komen ze vanuit een platform? Komen ze vanuit mijn eigen website? Waar zit die consument dus naar die dit pas je toe met? Op de telefoonnummers van dealerbedrijven die aangesloten zijn bij Via BOVAG. En die kun je vervolgens laten weten. Nou, jullie telefoonnummer, dat is zo vaak bekeken. En dan, daarmee kun jij laten zien en kunnen jullie als platform laten zien wat de toegevoegde waarde is van het feit dat ze meedoen. Ja, en dan kunnen wij het gesprek gaan over wat dat dan oplevert en wat het dan waard is. Want dat vind ik een belangrijk gesprek voor ons om te hebben met de adverteerders. Ja, en eerst deden ze dat met het telefoonnummer. Maar hoe zit dat dan met dat wij staan voor je klaar? Volgens mij komt er straks nog een screenshot voorbij. Ja, laten we even kijken. Hier. Dit is de zoekresultatenpagina. In principe niet de meest interessante pagina. Maar hier heeft de gemiddelde consument dus al door de homepage heen gegaan. En die heeft gezegd van, nou, ik ben op zoek naar een fiets in dit geval. Maar als iemand op Google zit en die zoekt, ik ben op zoek naar een Gazelle Grenoble. Dat is dan de onderste. En wij pakken hem daarna op, dan zorgen we dat hij hierop landt en dat Gazelle Grenoble al voor geselecteerd is. Zodat je heel makkelijk direct bij fietsen uitkomt en aan de slag kan. Dan zijn we overigens bezig met een nieuwe zoekresultatenpagina, maar je ziet daar bovenin staan, BOVAG garantie, altijd 6 maanden garantie op je fiets. Dus we proberen die propositie terug te laten komen, hè, en de klanten bevestigen, je bent hier op een goede plek beland. En in het kader van de autoriteit hebben we natuurlijk één heel groot voordeel. En dat is linksbovenin staat bij elke pagina die we hebben. En dat is dat BOVAG-logo. Ja. Dat is een enorm waardevol ding is. Ja, dus ook weer dus, hè, wat jij ook liet zien met die logo's, waarvan je dat ene logo niet eens kende. Maar heel belangrijk om steeds te bevestigen van dit is ik ben een betrouwbare partij. Dat je dat steeds kunt zien. Nou, heel mooi zijn natuurlijk die reviews ervoor. Hè? Want je kan het wel zelf zeggen, een instituut kan het zeggen. Maar klanten, zoals jij zelf, zoals de webbezoekers, dat is de kracht van die reviews natuurlijk. En Hendrik, ik zag dat jij dat ook echt heel knap voor elkaar hebt. Ja. 9,2 als rapportcijfer is het optimum. Ja, het is jammer, je zit er net boven met 9,3. Ja. Maar wel 3400 beoordelingen op het onafhankelijke reviewplatform Klanten Vertellen. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, wij zorgen ervoor dat eigenlijk bij ieder afspraak voor de werkplaats bij ons of voor een aankoop van een auto, dat die mensen inderdaad ook of de klant inderdaad een mail krijgen waar ze ons beoordelen. En dan probeer ik wel een beetje een tekst te maken van ik ben tevreden of niet helemaal tevreden. En dan hebben we een hele korte review die dan door Klanten Vertellen wordt gefaciliteerd om dat in te vullen. En wat je zegt, en hoor ik net ook, die mooie reviews, ja, hartstikke leuk. Alleen het gaat mij inderdaad om hoe die reviews zijn die bijvoorbeeld niet goed zijn. Maar die krijgen we ook wel eens. Alleen dan is de kunst, of de
kunst. Maar dat vind ik belangrijk, dat die ook goed opgevolgd worden. Ja. En ik zeg wel eerder tegen jongens ook wel. Als je drie reviews krijgt, zijn al drie een 10. Of ik heb bijvoorbeeld drie en twee ervan, die zijn een 9 en 1 is een 6 bijvoorbeeld, of een 5. En dan heb ik dat nog liever. Want als ik die 6, dat ik eronder bij zet van nou, ik neem spoedig mijn contact op, dus is niet goed gegaan. En die klant die gaat daarna nog een keer zijn review aanpassen met, nou, het is super opgelost dus en zo. Nou, ik denk dat nog veel beter nog is. Maar dit is social proof. Hè? Dit starten in de reisbranche, dit beïnvloedt mensen enorm. Ja. Hè? Er zijn veel mensen die boeken nu alleen nog maar een reis met een waardering van een 8 of hoger. Want dat kun je ook gewoon aanvinken. Ja. Maar dit werkt net zo goed hè? In jullie branche. Grote, serieuze aankopen, dat is waar het natuurlijk om gaat. Dus mensen dekken vooral hun risico's af. Hè? Die willen zeker weten dat ze goed zitten. Jeroen, ik zag dat jullie dus vooral de reviews natuurlijk van de aangesloten dealerbedrijven laten zien. Hè? Dat zie je ook bijvoorbeeld op de productpagina's. Zien jullie ook of daar flink op wordt geklikt? Is dat een van de eerste dingen die mensen ook verder gaan onderzoeken, die ze gaan bekijken? Ik ben bang dat ik het antwoord schuldig moet blijven, Erik. Ik heb al een poosje bij onze data-afdeling de vraag zitten van, wat levert het nou op? Hè? Als ik dan 5 sterren heb, converteer ik dan veel beter dan met 3 sterren? Ik heb gewoon geen antwoord op die vraag. Wij zijn ervan uitgegaan, vanuit dezelfde principes zoals waar Martin het over heeft, dat het belangrijk is. En omdat we weten vanuit die klantreis, ik heb een voertuig gevonden, in dit geval een fiets. Is dit de fiets voor mij, is een vraag. En wil ik hem kopen bij deze fietsondernemer? En dan is het heel belangrijk dat je daarover transparant kunt zijn, wat een van onze kernwaarden is, en dat je dit biedt. Maar de vraag hoeveel erop geklikt wordt, kan ik niet beantwoorden. Het is ook een combinatie van vaak. Hè? Kijk, ik vind overigens een prachtige website van hierboven. Als ik het niet zou vinden, zou ik het ook zeggen, maar dat weet je. Maar ik vind het gewoon, het is duidelijk, rust, niet te veel verschillende kleuren. En wat ze heel slim hebben gedaan, kijk, je ziet die reviewcijfers, die 4,4, dat is voor de snelle beslisser. En als je echt gaat doordenken naar een website, je hebt altijd 4 type bezoekers die je wil bedienen. De snelle beslisser, de langzame, de emotionele en de rationele. Die snelle, die leest gewoon niet. Die scant. En die vindt het al voldoende dat die 4,4 is en die 4,5 sterren. Oh, het zal wel goed zijn. Hey, ik zie dat logo van de BOVAG. Conversion is trust. Alles draait om vertrouwen. Dus dat logo is goud waard. Martin, die groene vinkjes, dat valt mij ook op. Dat is een briljant. Ook bij jullie bedrijf, Hendrik. Je hebt ook bovenin, heb je ook van die vinkjes staan. Ja, call to action is inderdaad ook. En ik denk als aanvulling nog op zijn website. En zeker ook de VDP. Hè, dus de pagina waar de auto, of in dit geval de fiets staat. Of de auto of wat dan. Maar dat die de belangrijkste knop hè, waar hij toe gaat. Hè, voor een offerte aanvraag of een koop of contact. Dat die echt een hele opvallende kleur moet hebben. Ja. En dat je daar ook alles naartoe kunt. En dat is nu Jeroen. Hè, we staan voor je klaar. En dat werkt beter dan een telefoonnummer. Want er zit meer actie, meer gedrevenheid in. Van nu gaan we de volgende stap zetten. En wij zijn er om jou te helpen. Het drempel is weghalen. Dit wordt niet spannend. Dit is niet eng om contact met mij op te nemen. Wij zijn er voor jou. Maar ik heb wel eens gehoord dat mensen, Lieke, ik weet niet. Dus dat mensen die op internet zitten, niet altijd meteen de mensen zijn die ook in de mode zitten op dat moment om de telefoon ook te grijpen. Hoe zie jij dat? Nou ja, het is wel natuurlijk dat mobiel gebruik natuurlijk steeds groter wordt. Dus volgens mij, ik kan het niet heel goed opmaken, volgens mij is dit een desktop variant. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook heel erg belangrijk dat iemand op zijn mobiel heel goed het product kan beleven. En zeker als we het dan over een product hebben als een fiets of een auto. Ja, die wil je zeker, hè, Hendrik heeft bijvoorbeeld een kopenknop op zijn website zitten. Ja, dat je wel het gevoel hebt gekregen dat je het product optimaal kan beleven. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende soorten gebruikers. En op mobiel worden dingen steeds makkelijker. Dus wij zien bijvoorbeeld ook een toename in WhatsApp gebruiken om vragen te stellen over het product bijvoorbeeld. Ja, tegelijkertijd blijft bellen natuurlijk heel prettig, omdat je heel direct contact hebt. Hendrik, bij jullie zit het helemaal in het systeem. Hè? Als er een formulier wordt ingevuld, dan wordt er automatisch gebeld. Hoe werkt dat? Nou, wij werken dus heel veel, wij sturen heel veel de leads, inderdaad. Wij werken met een team van met mij erbij 3 verkopers. Dus 2 volledig en ik kom dus de derde verkoop erbij. En elke maand kijken we echt naar de conversie. Dus ik kijk nooit naar de aantallen qua verkoop. Ik kijk altijd natuurlijk naar de kansen die benut zijn. Inderdaad. En dan zie je wel gelijk het aantal op de Google omhoog gaan. Ja, maar eerder vertelde je me ook iets. Als iemand een formulier invult, klopt, dan gaat bij jou de telefoon. Bij diegene dus ook. En die denkt dat jij dan diegene meteen belt. Hè, omdat je dat formulier hebt. Ja. Hoe werkt dat? Nou, wij werken dus met Calldrip, zo heet dat systeem. En dus als bij ons een lead wordt ingestuurd, dus iemand die vraagt een offerte aan op verschillende kanalen. Hè, dat kan via BOVAG zijn of je eigen website. Dan gaat bij ons eigenlijk gelijk de telefoon.
En dan gaat gelijk de telefoon en die bel eigenlijk gelijk uit naar het nummer waar de klant ingevoerd heeft. Zodat je hem eigenlijk zo snel mogelijk te pakken heeft. Want als een klant bijvoorbeeld een lead instuurt, ja, die gaat daarna weer verder met de orde van de dag. En zo zijn we er heel kort bij. En zo spreken we eigenlijk in de meeste gevallen ook direct eigenlijk de klant om uit te nodigen om bij ons langs te komen om die auto te bekijken. En toch wonen er hele nuchtere mensen in jouw omgeving. Ja. Vinden die het niet te overdreven dat ze meteen iemand aan de lijn hebben? Toen ik voor het eerst met het systeem hoorde, dacht ik dat ook. Ik denk van er zullen mensen hebben die zeggen van, die zitten wel heel... maar dat is nooit gebeurd. Mensen die vinden het fantastisch. Ik bedoel, zo snel. En soms hoor je wel je hebt niks te doen. Nee, ik zeg gewoon, dit is ons werk. Ja, natuurlijk. U bent het allerbelangrijkste voor ons. Ja. Marten, jij zit echt te genieten. Ja, ik vind het heerlijk. Net zoals dit soort ondernemers is... ik ken er ook een aantal paar, en die zijn succesvol. Maar moet je zo snel reageren? Is dat een must? Nou, ik vond dat plaatje wel leuk, wat je net zei. Wat ik net ook stond. Want er stond ook een button, bijvoorbeeld hier. Reserveer deze fiets. Kijk, als ik niet zo'n beller ben... dan had ik had wel even een microcopy onder die button gezet. Dat is een klein tekstje onder een button, die word ik altijd gezien. En dan zeg ik bijvoorbeeld, reserveren, dan houden we houden de fiets een dag voor je vast. Vrijblijvend. Ja, oké. Hey, en dit is het spel. Consumenten, we noemen dat ook de dialoogmethode. Consumenten lezen, stellen vragen aan tekst. Hey, wat is dat dan? Reserveer de fiets. En voor hoe lang dan? En wat het spel is, als jij... snapt hoe dat dialoog werkt. En als jij snapt welke vraag roep ik nou op met deze tekst en die beantwoord, ja, dan heb je altijd werk. Dus ik vind het mooi dat je twee keuzes hebt. Twee keuzes zit ook in het brein. Dat is, we noemen dat in de psychologie de Hobson plus 1. En de Hobson plus 1 is eigenlijk dat je dat brein een tweede keuze geeft. En ik zal een voorbeeld geven. Dat is van, je kan bijvoorbeeld zeggen, maak een proefafspraak of bel me even op. En doe je dat linkje eventjes. En dat linkje is dan de tweede keus. En als er alleen maar staat maak een proefafspraak, dan denk ik ja of nee. Maar als er staat maak een proefafspraak of bel me direct even. Ja, dan gaat het brein gaat er zo simpel. Die gaat gewoon nadenken, wat ga ik doen? Is dat een soort dubbele close? Zo van, kom je zaterdag proefrijden of zet ik een maandag voor je klaar? Nou, het is een je biedt een tweede keuze. En je hebt zeg maar de primaire keuze is, ik wil die afspraak. Maar als die primaire keuze nu te vroeg komt, dan geef ik je een tweede keuze. Ik zal een voorbeeld geven, andere branche, maar iedereen kan het begrijpen. Als bij DPG Media, die moesten abonnementen verkopen. En dan stond de button, ja, ik wil het abonnement. En je had ook ja, comma, want ja, comma zit al commitment en consistentie in. En hadden ze eronder gezet een linkje, nee, en nee is de kleine ja, nee, doe mij maar eerst een gratis proefabonnement. Ja, maakt mij niet uit, joh. Want dan heb ik toch je naam en je e-mailadres. En dan gaan die marketing-automation-treins gaan we lopen. Eén keuze is geen keuze. Bied je een keuze, de Hobson plus één, dan kan je gaan sturen. Maar om in te haken, de tijd die we nu hebben. Ik bedoel, dat geldt in de auto zo, maar dat geldt bij fietsen volgens mij ook zo. Ik bedoel, er is een schaarste en het is allemaal heel snel weg. Hoe ga je daarmee om met reserveren? Want ik bedoel, ik kan me voorstellen dat... Ja, wij zien het bijvoorbeeld ook met proeven dit. Hè. Als iemand zegt, nou, het is maandag en je komt zaterdag voor een proefrit. Ja. Ja, wat mooi. Even een mooi voorbeeld uit het boek van Cialdini. Uit het boek van Cialdini was een, even 1980 ergens, hè. Een jonge gast, student, autoverkoper, was nog papier. En die was heel goed in het schrijven van teksten. En wat deed hij? Hij gebruikte schaarste. Hij verkocht die tweedehands auto's altijd voor de hoofdprijs. En wat deed hij? Wat was nou zijn truc? Hij nodigde iedereen tegelijkertijd uit. En wat gebeurde er? De eerste koper die kwam en zei, ja, maar ik ga hier geen 20.000 voor betalen. Hier zit nog kras, daar zit nog kras. En hij was aan het onderhandelen. En wie kwam er aanlopen? Kwam de tweede koper aanlopen. Ja, wie is dat? Nee, dat was de tweede koper, maar jij hebt de eerste keus. Dus ja, zeg het maar. Ja, jongens, en als het eerste niet was, was het altijd de tweede. Wat je wel kan doen, ik zou wel zeggen, hoe eerder er u bent, u zult begrijpen dat wij, hoe eerder er u bij bent, hoe meer kans u maakt. En dus ga wel schaarste. Hè, die kun je benutten. Dat is een heel belangrijk principe schaarste van Cialdini. Ik ga even naar de afronding toe voor de kijkers die om 9 uur willen beginnen aan hun privé-tijd. Hè? Want dat is je keuze. Dan mis je een spitterende Q&A-sessie. We gaan het ook hebben over de keuze voor de verschillende kanalen. Dieper in op social media. En het allerbelangrijkste, jouw vraag staat nog meer centraal. Wel even terugkomend op de eerdere poll. Hoe actief ben je bezig met jouw online zichtbaarheid? 56% is de grootste categorie. Zeg nou, een beetje actief, het speelt een rol in mijn bedrijf. 33% zegt, ik ben er serieus dagelijks mee bezig. Een vraag daarop ook van Erik nog even aan jou, Hendrik. Hoeveel tijd steek jij er nou eigenlijk in?
Heel veel. Ik zit natuurlijk wel in de positie dat ik ook s'avonds een keer aan het werk kan. Of in andere uurtjes, het weekend, noem maar op. Als je hier gaat kijken bij het social media kanaal, om daarmee te kijken inderdaad, doe ik niet alleen in bedrijven. Er zijn ook nog een andere jongen bij ons, Jeroen, die dat ook doet. Dus dat doen wij met z'n tweeën, dat we dat vullen. En daarnaast natuurlijk een online marketingbureau die de advertenties allemaal uit naam van ons doen. En als je naar de video gaat kijken inderdaad, ja, die maken we dan wel zelf. En als je dan gaat kijken, ja, ik denk dat ik ongeveer een uur mee bezig ben om die video op te nemen. En ongeveer een anderhalf uur om te monteren, zeg maar. Ja, en je doet dat in de momenten die je er ook beschikbaar voor hebt. Hè? Beschikbaar minder urgent dan het contact met de klant. Ja, moet eerlijk zeggen, kijk, in de tijd van nu, we hadden net over de schaarste. Doe je minder? Doe je minder. Want ja, dan dat kan ook gewoon. We hebben ons meegemaakt dat we met een video bezig zijn. Als je maar vasthoudt. Dus is hij verkocht. Ja, dus natuurlijk. Als je maar vasthoudt. Je moet zichtbaar blijven, natuurlijk relevant blijven. Klopt. Laatste pollvraag, die verschijnt nu in beeld. Waarin, en dan gaat het over al die verschillende kanalen, al die verschillende activiteiten, investeer jij nou het liefst jouw tijd, jouw energie en je marketingbudget? Klik, als je echt een keuze moet maken, klik dan op de keuze die je zou maken. Dan deel ik straks de resultaten. Maar ik ga nu eventjes naar Hans-Jan Rijbering. Dat is onze live cartoonist. En op afstand zit hij mee te tekenen. Hij maakt cartoons van de inhoud. Hans-Jan, goeie avond. Goedenavond. Ja, op afstand, maar het voelt heel dichtbij, hoor, Erik. Oh, lekker, Hans-Jan. Hartstikke goed. Dat is toch het idee, hè? We moeten het lokaal houden. Ja, ik ben net Bert die tot maandag een fiets moet vasthouden aan het tekenen. Ik vond het wel een mooi idee. überhaupt het concept, hè? Zijn mijn beelden zo goed te zien? Zeker. Oké, heel goed. Nou, dat je als lokale dealer, zeg maar, niet alleen maar auto's moet verkopen door ze mooi in je showroom te zetten. Maar je showroom is wel degelijk ook online. En vond ik wel een mooi idee. Ja, natuurlijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb de auto die je buurman eigenlijk zou willen, hè, het aanvullen. Dat heb ik heb een beetje een klein autootje van gemaakt. Die zal ik nog wat aanpassen naar wat chiquere. En deze vond ik ook zeer inspirerend. Hè? Dus het feit dat je zelf vlogs maakt en dergelijke. Nou, dit is dan een online proeflid. Het einde van de online proeflid. Omdat ook de politie natuurlijk gewoon wil kijken hoe hard die auto wel niet kan. Heel mooi, dankjewel Hans-Jan. En na afloop ontvang jij nog meer videocartoons, of niet videocartoons, maar cartoons die gemaakt zijn live tijdens deze uitzending. Nog eens een aandenken. En misschien zitten er nog net tips in verpakt op een manier dat je er iets nog extra mee kunt. We gaan hiermee dus het talkshow gedeelte afronden. Heel veel dank aan de sprekers. Heel veel dank aan jou voor jouw belangstelling, voor jouw actieve deelname. En we gaan naadloos echt meteen door al in die Q&A. Hè. Dus eigenlijk is er geen kans om af te haken. Ja, hoop ik. Ik hoop heel erg dat je blijft. Want ik had al beloofd, hè, de kaartjes die gaan gewoon aan de kant. En jouw vraag staat centraal. Maar natuurlijk heb je het net gehad. Hebben we het net even kort ingeleid met die kanaalkeuze. Je hebt daar een keuze in gemaakt. Ik ben wel benieuwd, Lieke, dit is natuurlijk een vraag die bij jouw opdrachtgevers heel veel speelt. Hè? Waar moet nou het geld, waar moet de tijd, de energie, waar moet het naartoe? Dat is nogal veel. Wat is jouw advies? Ja, het ligt er natuurlijk heel erg aan waar je denkt dat de pijn zit. Hè? Zit die aan het begin van de klantreis op de zichtbaarheid? Heb je het gevoel dat je namens bekendheid nog wat beter mag? Dan zit hij natuurlijk aan de voorkant van de funnel zichtbaarheid, social media kanalen. Heb je het gevoel dat er nog, binnen dealerbedrijven zien we bijvoorbeeld postcodegebieden waar ze zich aan moeten houden. En dan zijn er rayons waar ze nog terrein te winnen hebben. Nou, het kan natuurlijk ook heel erg goed zijn dat er nog meer concrete zoekopdrachten binnen de zoekmachines traffic naar jouw website kunnen opleveren. En daar zou natuurlijk ook een deel van je budget naartoe kunnen gaan. Ik denk overal dat je overal een beetje moet inzetten. En dat natuurlijk maakt dat het een strategie is. Maar het is wel gezond ook om keuzes te maken. Hè? Want eerder zei je nog van, ja, Hendrik die komt zo lekker uit zijn woorden. Hij is een natural, een hele talentvolle presentator ook. Ja. Dan had je het over die Volvo dealer die met TikTok het weer eigenlijk zonder woorden heel veel succes heeft. Ja, dat klopt. Ja, dus je moet natuurlijk wel kijken naar wat bij jou past en ook wat jouw unique selling points zijn. Dus dat is wel heel erg belangrijk. Maar realiseer je wel dat je over producten praat waar mensen misschien wel een half jaar over nadenken. Hè? Dus dat het ook niet zo is dat je één keer een advertentie laat zien en dat mensen dan denken zo, nou,
doe mij die maar. He, dus je moet eigenlijk wel in een soort, in zo'n klantreis denken. En bijvoorbeeld dingen die nu nog kunnen en binnenkort niet meer, is bijvoorbeeld remarketingcampagnes. Als iemand eenmaal een keer op je website heeft gekeken en dan weer weggaat, ja, dan kan je diegene eigenlijk nog wel eens verleiden door hem nog een keer met een advertentie terug te vragen naar je website. Ja, er zijn ook hele geestige filmpjes van mensen die daar minder enthousiast over zijn. Martin, volgens mij iemand vertaald naar een autodealer, die dan bij de supermarkt nog weer even voor je neus staat met zo'n... wel doen, die remarketing werkt goed. Nou, kijk, eigenlijk vind ik remarketing ook een beetje kansloos. Want dan betekent gewoon dat je website niet op orde is. En ik ben er eigenlijk wel blij mee dat de hele remarketing wordt afgeschaft. Want eigenlijk waar het op neerkomt, is gewoon de kwaliteit van je website moet kloppen. En dat betekent dat je... je zei het heel mooi, hè, van waar doet het pijn? Ja, ga eerst eens kijken, maak je kassen op. En als je nou ziet dat je heel veel bezoekers hebt, maar je converteert niet... Ja, jongens, ik zou echt geen euro misbesteden aan Google. En ik zie het heel veel gebeuren bij heel veel ondernemers. Hè. Een slechte website met een slechte conversie. En ze blijven maar duizenden euro's aan Google geven. Maar je website wordt er niet beter van. Dus in mijn rol, hoe ik zou doen als conversiespecialist... ga structureel elke maand naar je website kijken en maak die 1% beter. En ik zie ook ondernemers die zeggen, die hebben hun laatste reviews niet eens aangepast. Maar dat moet je doen. Dus zorg dat je online showroom loopt er vaak doorheen. En dat doe je in je offline showroom ook. Want als daar een papiertje ligt, dan raap je het op en dan poets je het op. Ga heel vaak door die online showroom heen lopen. Kijk wat daar je conversie is. En qua bereik... Ik ben meer een man van SEO, dus zeg maar organisch vindbaar zijn. En mijn strategie is altijd, zorg nou dat je razendscherp hebt. Welke zoekwoorden willen we een bepaalde positie binnen onze regio? Waar staan we al op nummer 1, 2 of 3? Nou, dan kan je misschien je AdWords wel uitzetten. En waar heb je dat niet? En daar moet je je AdWords aanzetten. En zo moet dat een strategie zijn. En mijn strategie is uiteindelijk dat je... kijk, van SEA, en ik mag dat zeggen, maar kijk, van SEA wordt je website niet beter van. Ja, nog weer even dat betalen. SEO is dat je dus niet betaalt voor je zoekresultaten, dus dat je gewoon zorgt dat je gevonden wordt op inhoud. Ja. En SEA is dat je ervoor betaalt. Dus je koopt gewoon zoektermen in. Ja, weet je zegt, wat zijn de belangrijkste zoekwoorden? Ik kan me voorstellen dat jij Opel Rode, daar wil je op gevonden worden. En natuurlijk Liebes Rode en... Maar wat zou jij zeggen? Keyword planner. Je hebt de keyword planner in SEA. Zeg maar, als je gaat doen, je gaat een campagne opzetten. Als je een campagne gaat opzetten, dan kan je woorden daarin ingeven. En dan krijg je terug wat het zoekvolume is op maandniveau en wat je moet betalen. Ja. Ja, dat is het fundament. Dus dat zijn je suggesties waarmee je gewoon gaat testen. Daar ga je ook mee testen wat het oplevert. Of het wel de juiste bezoekers ook oplevert. Ja, en je moet ook kijken, je moet keuzes maken. Want wat mij is opgevallen, hè, is je wordt wel gestuurd ook naar groot volume, omdat het cache is voor Google. Hè? Dus je moet ook niet te snel erin meegaan. Soms kom je uit hele generieke dingen, van occasions kopen, waar heel veel concurrentie op is en waar je uiteindelijk helemaal op leeg loopt, wat je nooit kan terugvinden. Kijk, Google heeft er ook een beetje boter op zijn hoofd, want je mag adverteren op de naam van je concurrent. Nou, dat ze dat ooit hebben toegestaan, ja, ik snap het wel. Maar ja, dat is natuurlijk ook voor hun geld verdienen. En je moet heel goed nadenken, en dat is de long tail. Kijk, als er heel veel al zit op heel veel volume en heel veel concurrentie op een zoekwoord, ja, zoek dan net even één stap verder. En ik zou een koppeling maken op basis van je zoekwoorden. En ga kijken op het See, Think, Do, Care model, wat we in het begin hebben gezien. Dus welke zoekwoorden zitten in de See-fase, de Think-fase, de Care-fase en de Do-fase. Maar als ik in Amersfoort zou zitten en ik heb zeg maar elektrische fiets kopen Amersfoort, ja vriend, dan zou ik echt maar kopen dat ik daar bovenaan sta. Tuurlijk. Want die is de portemonnee aan het trekken. Ja. En daar moet je ook gewoon je tekst op aanpassen. Dus dat is een SEO is ook helemaal verweven in je URL-opbouw. Ja, en daar moet je goed, als je dat niet snapt, zorg dan dat je een goed bureau hebt. Net als jullie die dat spel wel snappen. Laat je informeren en ga vooral ook zelf ermee aan de slag. Ja, het is wel ook een moeilijk spel, hè, Martin. Want jij zegt nu van als je dan gevonden wil worden op dat zoekwoord, nou dan sta je bovenaan. Maar dat zijn natuurlijk dingen, er zijn natuurlijk heel veel autobedrijven, heel veel fietsenverkopers, heel veel camperspecialisten. Ja. He, dus het zal altijd wel een strijd zijn. En daarom is die mix zo ontzettend belangrijk. Nou, wat daarin zo goed is, vind ik, Hendrik, is dat jij neemt die vragen als uitgangspunt. Exact. En de lol is, als je die vragen indiept, dan kom je echt dus bij Liebes Rode uit. Omdat iedereen ondertussen bezig is met die dealernamen en met alles wat je zo voor de vuist weg kunt bedenken. Terwijl die echte klant vraagt, daar wordt gewoon echt op gezocht. Ja, en die tip kreeg ik ook, want ik was dus met die video's bezig. En op een gegeven moment toen zei iemand, je moet je video's uit laten schrijven. Ja.
teksten van maken en daar pagina's van maken. Ja, ja, heel goed. En als ik dan kijk naar onze de meest bezochte pagina's, nou, dus de voorraadpagina die staat eigenlijk op 1. De homepagina natuurlijk daarnaast. En daarnaast komen de pagina's van die video's. Dus dat, dat zie je. Want Google en ook YouTube indexeert niet wat je zegt in de video, maar indexeert wel de tekst. Als je dus eronder het uitschrijft, of als je het zelfs uitschrijft op een aparte webpagina, dan word je erop gevonden. En het ging natuurlijk veel over die filmpjes. Daar kwamen ook wat vragen over binnen. Maar dat is de manier waarop jij je verhaal vertelt. Hè? En Lieke, je kan het eigenlijk net zo goed ook in tekst doen of met foto's, zoals waar we het over hadden met de socials eerder. Het gaat om de kracht van het verhaal wat je te vertellen hebt, toch? Wat voor verhalen doen nou echt goed? Ja, dan kom ik weer terug op de klantreis, maar waar we gewoon zien dat nog wel een weg te winnen is, is juist die informatiefase. Misschien dat Martin daar ook al wel net even op hinten. Dus bijvoorbeeld, ik ben aan het oriënteren op een elektrische auto. Ja, aan welke informatie heb ik dan behoefte? Ja, dan zijn er heel veel ondernemers die met acties in de weer gaan. Maar ik wil eigenlijk gewoon heel graag weten, wat zijn nou de belangrijkste voordelen van elektrisch rijden? Waar kan ik een laadpaal regelen? Heb ik zonnepanelen nodig om zoiets te manifesteren? En als je op die vragen antwoord geeft, en dat kan in een video zoals Hendrik, maar dat kan ook op een landingspagina op je website, dan word je ook al heel vroeg in die klantreis goed gevonden door regionaal in elk geval jouw klant. Ja, dus het helpt heel erg om niet alleen vanuit producten te denken, maar juist vanuit die vraag. Hè? Dus waar moet ik op letten als ik een elektrische auto koop? Hè? Dat soort daar heb je ook een grotere kans dat je gevonden wordt. Ik zie dat in de reiswereld, Martin, met van die blogs. Ik heb kleine kinderen, ik zoek altijd op... ik ga nu naar Sardinië, zeg ik Sardinia with kids. En dan krijg ik dus van die blogs. En tegenwoordig zitten er steeds vaker commerciële spelers ook achter, wat je niet meteen door hebt, overigens. Maar dat is ook een manier om het te doen, toch? Los van die video. Nou, even de zijstapje hebben we niet besproken, maar we hebben met het gezin ook een eigen website. Het zal je niet verbazen. Het heet Weekendje Weg met Kids. Content is geld, hoef ik jullie niet uit te leggen. En ik ben daar hoofd studiereizen. Ik moet zorgen dat we een aantal jaar op studiereis gaan. En dan betalen we een review. En dat is wel grappig. En dat neem je ook mee. Wij mochten met het gezin een keer naar Denemarken. En dit vind ik wel verrassend. Het is ook wel, dat kan je als ondernemer zien dat er ook kansen zijn. En als ik nu google, gaan we zelf maar eens googlen. Heb ik meteen meer bezoekers? Geintje, nee. Ik googelde op Weekendje Legoland. En wie staat er, welke papa en mama website staat er boven D-reizen, zijn oude werkgever, en boven Toei? Die papa en mama website, dat zegt wat over de kracht van het lokale. Maar dat is enorm. En wat ik wel leuk vind... En Google houdt ervan, hè? Google houdt van echte content, van echte verhalen. Ja, en wat ik ook wel mooi merk, ik vind het zo mooi, ik vind sowieso echt heel goed dat je het doet, dat je dat continu structureel blijft doen. Daar houdt Google ook van. Google houdt ervan als je elke maand bijvoorbeeld 1 of 2 landingspagina's creëert en in een bepaald ritme zit en dat al lang doet. Ze hebben ongeveer 200 variabelen, waarvan zeg maar ook hoe lang je bestaat. Maar als je dat structureel blijft doen en je hebt goede content en je kijkt even goed naar je standaard dingen als de H1 en de standaard dingen. En dit soort informatie... De H1 is je hoofdtitel, hè? Dat is de hoofdtitel. Grote titel die in beeld komt. Ja, maar dat is het mooie van deze tijd. Google heeft ook een aantal eigen gratis leeromgevingen. Dus als je kijkt, zorg naar iemand die... Als je dit online spel wil spelen, moet je part of the game zijn. Dus dan... je bent als ondernemer verantwoordelijk dat je de spelregels snapt. En als je als ondernemer bent... Kijk, daarbij, dat is ook met teksten. Ik had laatst ook een ondernemer en die zei... Ja, Martin, als ik niet kan beoordelen als ondernemer of die tekst goed genoeg is, wie dan wel? Dus zo pak verantwoordelijkheid betekent niet dat je alles zelf hoeft te doen, maar betekent wel dat je die business moet snappen. En laat je daarin informeren, want anders het kost je knetterveel geld of je staat buitenspel. Ja. Even terug naar de resultaten van die poll. Hè. Ik vroeg, waar steek jij naar je aandacht, je energie en ook je geld in? En aan top scoort verkoopplatforms via BOVAG, Marktplaats, et cetera, 48%. Social media, 39%. En dat wordt gevolgd door zoekmachine optimalisatie, maar 3%. Dat is echt wel weinig. Adverteren in Google, ook 3%.
Ja, het lijkt dan dat dat een beetje geweest is. Is dat ook zo, Lieke? Is het een beetje geweest, die focus op Google? Nou, wat natuurlijk wel de toekomst heeft, de third-party cookie gaat verdwijnen. Dat is een wat technisch verhaal, maar daarmee wordt inderdaad die remarketingstrategie niet langer mogelijk. En waar we dan meer focus op gaan leggen is je first-party data. Dus je CRM-data en zorgen dat je dus eigenlijk aan de hand van wat je weet over jouw klanten, ook het gedrag op je website, altijd op het juiste moment de juiste boodschap aan de juiste klant kan laten zien. En dat heet marketing automation. Hè? Dat zei je net ook al even. Ja, dus die gepersonaliseerde pagina's uitserveren. Zoals bij die fietsen in Amersfoort, daar kwam je niet lekker binnen. Je wil dan eigenlijk meteen goed bediend worden. Want ja, je komt al binnen op jouw zoekwoorden. Dus eigenlijk zou die website dat moeten weten. Ja. Dat is ook echt heel gek eigenlijk, hè? Ja, nou, en even een ander punt. Kijk, wat ik vind, wat ik echt mis vind gaan soms ook, is dat we soms te veel aandacht hebben voor nieuwe klanten en de bestaande klanten vergeten. En dat is de reis van klant naar fan. Want als ik kijk bijvoorbeeld ook naar de automotive of bij andere branches. Ik zou, als ik een autobedrijf heb, ik zou iemand die een auto bij me koopt, zie ik niet als klant. Ik zie iemand pas als klant als hij een auto bij me koopt, als hij het in de onderhoud doet. En als ik, ik weet niet hoe vaak koopt mensen een nieuwe auto, hoeveel jaar? Gemiddeld één keer 4-5 jaar. Ik heb 4-5 jaar. Ja. Nou, wat ik dan zou doen, ik zou klanten ook een speciale nieuwsbrief sturen. Ik zou klanten een keer een speciale nieuwsbrief sturen die echt specifiek voor hun is. En wat ik dan zou doen als ik die auto koop, zeg ik, hey, leuk dat je bij ons die auto koopt. Vind je het leuk als we je elk jaar even een tip geven hoe je het makkelijk kan onderhouden? Of even dat we de waarde van je auto kunnen inschatten. Want dat je gratis advies krijgt op die inruidwaarde. Ja, ik zie het heel weinig gebeuren. Terwijl daar ligt de kans. Want als ik elk jaar even dat mailtje krijg van die dealer waar ik contact mee had. Ja, wie gun ik het dan de volgende keer? Ja, vooral ook die persoonlijke content. Persoonlijke content. Die mis ik heel erg. Dus, ik krijg hele mooie mailings van dealers. Echt heel veel liefde in. Meen ik serieus. Ik vind het echt heel goed. Maar heel persoonlijk is het eigenlijk niet. Meestal... Ja, het ziet er heel corporate uit, weet je, alsof het van BMW of Porsche headquarters rechtstreeks in mijn box terechtkomt. Terwijl eigenlijk zou ik het heel leuk vinden, veel meer jouw aanpak, dat ik gewoon de mensen uit de werkplaats, de mensen uit de showroom, de ondernemer erachter, dat ik die ze nu dan een keer voorbij zie komen in plaats van hele gelikte beelden. Even over data, want Paul die stuurt de vraag in aan jou, Jeroen. Geeft via BOVAG ook rapportages aan bedrijven die zijn aangesloten over bijvoorbeeld de kliks, de bezoektijd, het aantal bezoekers. Hoe gaat dat in zijn werk? Wij hebben een deelnemersrapportage zoals we doen, waarin de belangrijkste gegevens te vinden zijn. Dus hoeveel leads heb ik gehad, maar ook hoeveel social shares zijn er geweest. Hè? Is jij in jouw advertenties gedeeld via WhatsApp? Hoeveel advertenties zijn er nou daadwerkelijk bekeken? Dat kun je over de periodes terugzien. Dus je hebt best wel veel data waar je bij kan. Net als een overzicht eigenlijk van alle leads. Het enige is dat niet iedereen weet dat we het hebben. En het is niet zomaar op viabovag.nl te vinden. Want er staat op ons zusterwebsite vanuit Bovemij. Dat heet Mijn Ondernemersportaal. En daarop is die rapportage te vinden. Ja, dus als je die nog niet hebt gezien en je bent wel aangesloten. Gewoon even contact opnemen met je contactpersoon. Hè, als je niet precies weet hoe je erin komt. En anders gewoon uitproberen. Zeker. En stel nou dat je geen klant bent bij Bovemij, dan kunnen we zorgen dat je daar alsnog toegang toe krijgt en dat je ook bij die rapportage kan. En ik vind het ook gewoon belangrijk dat we transparant zijn over wat we opleveren. Dus je kunt ook van je calls allemaal terugzien, wanneer ben ik nou gebeld en door wie. En er is heel veel informatie te vinden. Mooi. Henrik, andere vragen over platforms die vooraf werd ingestuurd. Is Marktplaats, is dat een platform ook echt voor serieuze kopers? Of is dat meer echt koopjesjagers? Wisselend. Natuurlijk, als je bij ons kijkt, er komen ook leads vanuit, er komen ook sales vanuit. Maar er komen inderdaad ook biedingen vanuit, die wel bekend staan, die heel laag zijn, noem maar op. Dat heb je bij de platform ook. Bedoel. Maar het is net hoe het ermee omgaat. En ook daar natuurlijk zijn trainingen voor en zijn er bepaalde templates voor dat je zegt van kijk, ik kies ervoor als iemand een bod doet van de helft minder, ik noem maar iets. Ja, dan ga ik niet kinderachtig antwoord geven of niet of noem maar op. Ik zeg gewoon van nou ja, duidelijk van onze prijs worden wekelijks gemonitord. U hoeft niet te vragen om korting, want u betaalt gewoon de juiste prijs voor deze auto en ik nodig ze van harte uit. Ja. Ja, komen en verkoop je via Marktplaats? Ja, ik verkoop zeker wel via Marktplaats, jawel hoor. Maar die biedingen wat ik zeg, die dan meestal als negatief wordt ervaren, zeg maar. Ja, ik kies ervoor om dan gewoon een professioneel antwoord te geven.
Slim. Komt er dan een sales uit? Nee. Maar dan kan ik veel beter doen dan niet reageren. Ja. En dan gebeurt er ook niks. Maar heel mooi. Antwoorden ook aan per kanaal waarop die binnenkomt? Ja, wij werken dus aan de ene kant werken wij dus met die cold technieken, dat we gelijk bellen. Dus, en dan probeer je die mensen natuurlijk naar de showroom te halen. En lukt dat niet, dan volgen ze op door middel van een e-mail, zeg maar. En bellen natuurlijk. Bij ons komen ze ook via de WhatsApp binnen. Nou goed, dan blijven we natuurlijk op dat kanaal. Via Marktplaats doen we allemaal via de app. Dus dat vinden mensen natuurlijk, die hebben allemaal zo'n app. Dus dus het kanaal waar klanten voor kiezen, daar hou je gewoon aan vast. Ja. Hè? Dat wordt enorm gewaardeerd. Hè? Dat vinden mensen heel prettig. Herkenning. Ja, en ook dat je het makkelijk terugvindt, lijkt me. Ja. Want je komt dan met je antwoorden natuurlijk ook terecht. Bij die andere aanbieders die ze waarschijnlijk ook aantrekken. Ja, kijk, en dus met leads is het natuurlijk ook zo. Want ja, natuurlijk komen bij ons ook leads binnen met 06-123-578, het meest gestelde nummer. Er komen ook leads binnen met een mailadres of een naam waar je denkt van dat klopt niet. Maar ik heb er wel een mooi voorbeeld, want ik kreeg een keer een lead. Dat was dus, ik dacht dat de achternaam van die mensen was, maar dat was hun woonplaats. Ja. Die wouden heel anoniem blijven. Dus ik maakte ook een video, ik noemde die mensen gewoon eigenlijk, nou geachteerde mevrouw, ik weet zo de plaats en niet meer. Mm-hmm. Ik noemde ze eigenlijk gewoon de woonplaats, noemde ze eigenlijk ook. Ja. Dus ik had verder niks geen gegevens, nou toch kwamen ze dan langs om die auto te kopen. Ja. Dus ik geef eigenlijk wel mee, ja pak het gewoon wel, elke lead gewoon serieus op. Ja, dat geldt natuurlijk ook, hè, via bovag.nl zijn ook mensen bijvoorbeeld die niet alles compleet invullen. En zeker veel die niet met de inruilwaarde... formulier hun foto's meteen toevoegen. Hoe moet je daar mee omgaan met leads die niet compleet zijn, maar wel binnenkomen? In principe geeft de consument aan hoe die contact met jou wil hebben. Hè? Dus je kunt zeggen van, nou, ik wil altijd een telefoonnummer hebben of ik wil altijd een mailadres hebben, maar je hebt er eigenlijk niet zoveel over te zeggen, want de consument bepaalt dat. En wat ik echt als tip mee zou willen geven aan iedereen is, draai de vraag om. Je krijgt namelijk een vraag van, wat is mijn inruilauto waard? Maar dat is niet de vraag waarmee die consument weg is gegaan. Want die is namelijk op zoek naar een nieuwe auto. Juist. Die heeft bij ons waarschijnlijk al dagen zitten kijken naar allemaal verschillende auto's en misschien meerdere neergezet. En die stuurt dan uiteindelijk een inruilformulier op die auto in. Dus zorg nou dat je de auto pakt waar die in geïnteresseerd is en zie dat als een startpunt om hem naar je showroom te krijgen. Want je bent nog geen auto aan het verkopen met een inruilformulier. Je bent een gesprek aan het starten om hem in je winkel te krijgen en daar vervolgens een auto te verkopen. Dus hoe doe jij dat, Hendrik? Wij aan de hand van waar die binnenkomt natuurlijk bellen we gelijk. Hè, want de beller is natuurlijk altijd het allerbeste, door middel van die call-techniek. En wij proberen die klant zoveel mogelijk uit te nodigen naar de showroom toe. Want kijk, ik zeg toen die jongens, kijk, het verkopen over de telefoon, hè, die auto die verkoopt niet heel snel over de telefoon. Je verkoopt eigenlijk je bedrijf, de afspraak om die mensen hier naartoe te halen. Tuurlijk zit ook wel eens dat we eens een keer ver weg zitten met klanten. Dan gaan we een ander traject in, hè, dan sturen we wel een offerte. Eerst, want die mensen zeggen van ja, ik moet eerst 200 kilometer voorrijden. Dan kun je die video natuurlijk heel mooi inzetten om natuurlijk wel even wat van je te laten zien. En de waarde op te bouwen in je offerte. Om daarna die afspraak te maken. Ja. Nou, dan is er nog een vraag binnengekomen van Rob. En die zegt, nou, het gaat veel over video. Hè? Vooral aan het begin van de uitzending hebben we het er veel over gehad. En dan schrijft hij, en ik denk dat het een beetje een misinterpretatie is hoor. Maar onze klanten die schrijven hun reviews altijd in tekst. Dus Rob, jij hebt gedacht van, hey, die reviews die zijn dan ook altijd in video. Dat is bij jullie niet het geval. Nee, reviews niet. Het is maar het is wel een leuk idee, toch? Zo ontstaan de beste ideeën, Rob. Dus heel veel dank voor het insturen. En Rob die zegt, ja, onze reviews die worden gewoon in tekst ingevuld. Dat is bij jullie ook zo. Ja. Lieke, heb jij ergens een dealer gezien die ook wel met video reviews werkt? Natuurlijk te veel gevraagd waarschijnlijk om de mensen zelf op te laten nemen. Maar als ze toch in de showroom zijn, vinden ze het misschien prima. Ik zou zo gauw even geen voorbeeld weten, maar ik denk wel dat het heel erg belangrijk is om je klanten aan het woord te laten in elk geval. Hè? En ook niet alleen maar die review tool te laten zien op de website, maar misschien ook inderdaad wel gewoon met jouw 5 belangrijkste persona's te laten zien van hey, kijk, dit is een dwarsdoorsnede van mijn klanten en dit zeggen zij over ons. Dit is waarom zij bij ons die auto gekocht hebben. Martin, in business to business gebeurt dit best veel. Dat er echt soort mini-documentaires worden gemaakt. Hè? Dus het wordt dan ook niet helemaal neergezet als review video's. Het is meer van, wat was nou jullie uitdaging? Hoe hebben we geholpen? Ja, waar is nu mid cases zijn dat. Mid-cases, ja. Gebeurt dit ook bij consumenten? Ja, nee, maar video reviews zijn in opkomst. Want gewoon, het moet, kijk, alle content moet snackable. We lezen minder. Dus dan zo'n korte video
Dat werkt gewoon beter. En, en sommige reviews zijn nep ook, hè? Dus als je natuurlijk in video, dan weet je zeker dat het echt is. Precies, dan weet je dat zeker. En over video's, over reviews gesproken, er zit ook wetgeving aan te komen van Thuiswinkel en van anderen. Dat je mag bijvoorbeeld als iemand een review laat, mag je niet belonen. Bijvoorbeeld als je een review achter krijgt, maak je kans op. Of, ja, weet je wel, dat zijn natuurlijk van die dingen. Maar kijk, die consument, dat onbewuste brein is aan het surfen. En die kijkt daarna en die ziet wat hij ziet. What you see is all there is. Je ziet alleen maar hele goede reviews. Dus het is natuurlijk wel een beetje dat naar voren schuiven. Maar het werkt enorm om gewoon goede videoreviews toe te voegen. Maar het moet oprecht zijn. Kijk, maar het mooie vind ik ook, knap van die score, die 9,3, dan zit je er heel mooi bij. En dat heb je verdiend, dat weet ik gewoon. Omdat het voelt, kijk, mensen zijn niet gek. Mensen voelen, heb ik met een serieuze ondernemer maken. En het mooie vind ik ook, als je gewoon een slecht product geeft. En de jongens laten bijvoorbeeld een keer te vaak wat zeggen, wat niet bij jou gebeurt. Dat komt altijd bovendrijven. Ja. En dat vind ik het mooie van online. Want ondernemers met een slechte intentie, vroeg of laat, ze gaan er altijd een keer aan. Dus tot slot, niet meer spelen. We gaan naar de afronding van de Q&A ook toe. En dan zit er echt een punt achter deze werkplaats. Maar we hebben nog een mooie videovraag ontvangen. Hij is wel breed, maar ik denk dat het een leuke uitsmijter is van Arjan van autobedrijf De Smit. Autobedrijf De Smit, ik had een vraag. Wij willen wat meer met social media gaan samenwerken. Graag willen we weten hoe we wat meer kunnen doen met social media. Alvast bedankt, tot ziens. Martin, wil jij daarop reageren? Wat is een goed vertrekpunt als je met social media aan de slag wil, zoals Arjan? Ja, je moet eerst, ga eerst absoluut zorgen dat die website op orde is. Dat is klopt, want als je mensen naar een website wil sturen die niet werkt, weet je, de kassa werkt niet, dan moet je, dus dat is eerst. Ga daarna goed kijken, waar zitten je klanten? En als je klanten op Facebook zitten, dan moet je op Facebook zitten. En als je klanten op Instagram zitten, dan moet je op Instagram zitten. Dus ga. Maar gewoon vragen. Dan kun je vragen. Het is ook experimenteren. Het is gewoon een keer doen. En wat ik wel een voorstander ben, kies 1 of 2 kanalen waar je maximaal gaat inzetten. En ga daar ook maximaal inzetten voor de lange adem. Focus. En focus en zorg ook dat je de energie van krijgt. Want dat voelen mensen. Want ja. als je heel moeite, zeg maar met heel veel moeite een video gaat maken, dan komt het ook niet binnen. Ja, dus je moet doen wat er bij je past en dan op het punt in de context waar je klanten zitten. Lieke, wat is jouw tip voor Arjan? Wat is een goed vertrekpunt voor social media? Ik vind Hendrik daar gewoon een prachtig voorbeeld in. Denk gewoon heel goed na over wat jouw potentiële klanten, waar je die nou echt mee verder kan helpen. Hè? Ik vind het jammer om het voorbeeld Coolblue aan te halen, maar maak nou eens een feestje van die klantreis. Denk nou eens na, wat zou nou echt uniek zijn als ik mijn klant daar die vragen ga beantwoorden. En help je klanten daar gewoon mee. Het doel moet eigenlijk niet zijn bereik. Dat is natuurlijk vanuit mijn stoel heel gek om te zeggen. Maar eigenlijk moet het doel zijn om je klanten te helpen. En dan is het authentiek. Ja. Dus daar zou ik beginnen. Want in de showroom is dat dik voor elkaar. Het einde van die klantreis is dat mooie moment met de doek die van jouw nieuwe auto afgaat. Ja. En dat wil je online, dat gevoel wil je daar ook al een beetje meer hebben hier en daar. Precies. Gaandeweg die reis. Heel erg mooi. Nou, laatste ding wat ze ingestuurd. Martin slaat precies de spijker op de kop, schrijft Esther. We zijn te veel bezig met de occasion verkoop. Maar we hebben vooral een werkplaats met klanten die we graag vaker terug zien komen. Die lange adem, dat is dat contact, periodiek relevant blijven, steeds weer opnieuw verrassen. Of gewoon aandacht geven, gewoon vragen beantwoorden die er leven, tips geven waar je mee verder kunt. Ja, oprechte, echte aandacht is het nieuwe goud. En als jij je klanten echte aandacht geeft, heb je al het werk. En het leuke is, we hebben het over online hier. Dus dat is het leuke. Dus eigenlijk is alles wat heel menselijk is en gaat over echt contact, dat werkt ook heel goed online. Maar het mooie is, kijk, online, ik kan dat heel schaalbaar maken. Ik kan al mijn klanten kan ik in één drup een persoonlijke mail sturen. En wat ik dan doe, ik hoef alleen maar de eerste zin te veranderen voor herkenning. Leuk dat je vorig jaar bij ons die puntje hebt gekocht. En de rest is standaard. En bij iedereen doe ik even leuk dat. En dan heb ik de eerste zin gepersonaliseerd. En dat is gewoon marketing automation. Op basis van de relatie die we hebben. Ja, en dan kom je binnen. En daar zie ik wel dat het ook fout gaat. Want heel vaak, kijk, wat gebeurt er als jij zo'n standaard mail krijgt. Wat iedereen krijgt. Wat je doet, je bouwt de relatie met je klant af. Je bouwt hem af in plaats van op. Dus daar moet je gewoon mee gaan beginnen.
En ja, dan heb je in mijn optiek, geef het aandacht. En ik heb daar een eenvoudige neuromarketingcode voor, Erik, want je kent me. En, dat is eigenlijk, ik had in één keer zo'n aha-erlevenis en dat was een aha-momentje. En let op, eigenlijk moet je weten, de laatste A is actie. Van welk segment wil jij een actie? Moet iemand vaker bij je kopen? Is dat N-1? Is dat N-1000? Actie. Dan ga je naar de eerste A. Als je van iemand actie wil, moet je ook onder de aandacht komen. En want als je niet onder de aandacht komt van degene die van je actie wil, dan gaat het niet gebeuren. De H is herkenning. Die zet ik ook al eens tussen haakjes. Ik wil me erkend en herkend voelen. Nou, als je die AHA-code toepast en als je het lastig vindt, ik heb een LinkedIn nieuwsbrief, ga je daar maar eens abonneren, gaan we maar eens lezen. Maar online zaken is makkelijk, het is de AHA-code. Wil je van iemand een actie, zorg dat je onder de aandacht komt en maak het persoonlijk en zorg dat hij zich herkent en erkend voelt. Nou, jullie hebben mij overtuigd, ontzettend leuk om hiermee aan de slag te gaan. Hè? Ja. We hebben het gehad over hoe kun je nou zichtbaar en vindbaar zijn en hoe zorg je dat je mensen trekt, dat je onder de aandacht komt, dat ze naar je website willen gaan. Maar we hebben het ook gehad over die volgende stap. Wat is er voor nodig om ook van al die leads klanten te maken? Om te zorgen dat het goed is voor je business. En we hebben het zelfs in het staartje gehad over hoe je dat door laat werken. Hè? Hoe je die relatie, dat klantenfeest gaat bouwen. Dus ik denk dat er voor iedereen heel veel bij zat. Heel veel dank voor het delen van jullie expertise. En jij heel veel dank voor je belangstelling en voor je actieve deelname, voor het insturen van al die vragen, klikken op de polls. Dit was de Beauvais Mij werkplaats over succesvol online verkopen. En natuurlijk, als je nog vragen hebt, dat wilde ik nog, dan kun je die natuurlijk nog insturen. Proberen we die nog meteen te beantwoorden. Mail dan, dus dat kan ook na afloop, naar evenementen@beauvaismij.nl. Wij wensen jou vanuit hier hele goede verkopen. Erik, dankjewel. Dank je. Juist. Ja.